Geachte aanwezigen, van harte welkom in de raadscommissievergadering van 6 februari. Welkom op de tribune, westtribune. Welkom de mensen die thuis met ons meekijken. College, voor zover aanwezig. Ik heb een aantal afmeldingen, een tweetal, aantal. Meneer Koetsier van het CDA en meneer Nijburg van de ChristenUnie zijn afwezig gemeld. En daarmee heb ik de opening. En ga ik over naar punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. Meneer Veen namens Duurzaam Honorst zal inspreken. En dat zal hij doen over het agendapunt 4, kadernota duurzaamheid. En mag ik u uitnodigen achter het katheter plaats te nemen, meneer Veen. Het lampje kunt u aanzetten, dan hebben we u in beeld. Er geldt maximaal 5 minuten. Mocht het richting 4 minuten schieten, zal ik een klein signaaltje geven, zodat u kunt afronden. En wilt u na het inspreken even blijven staan, zodat er eventuele vragen nog beantwoord kunnen worden. Ja, dat is goed. Dank u wel. Geachte raad, college, aanwezigen. Ik wil graag inspreken namens Duurzaam Honorst over de kadernota duurzaamheid, die straks onder punt 4 op de agenda staat. En vanuit Duurzaam Honorst hebben we met belangstelling de notitie gelezen en zien wij een aantal dingen en daar willen we graag op reflecteren. We zien een koerswijziging. We zien een koerswijziging van duurzaamheid naar leefbaarheid en we zien ook een koerswijziging om van CO2-neutraal naar energie-neutraal te gaan. Nou, wat ons betreft prima, ook niks mis mee. Kijk ik naar uw ambitie, dan lezen wij eigenlijk meer woorden dan dat we concrete doelen zien. Dus we lezen veel woorden in de ambitie om energie-neutrale gemeente te worden. Maar als we dan kijken naar de concrete doelstellingen, ja, dan zijn we toch wel wat teleurgesteld. Of althans, dan heeft u nog wel een stuk uitdaging. U beperkt zich met de concrete doelen vooral naar uw eigen invloedssfeer. U kijkt vooral naar de gemeentelijke organisatie. Dus kijk je naar die verschillende plannen die eronder liggen, dan kijkt u naar uw eigen vervoersbeweging met eigen auto's. U kijkt naar de eigen gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. En dat brengt ons wat in verwarring. Want wat bedoelt nu u met de energie-neutrale gemeente Dalfsen? Is dat nu de hele gemeente als geheel, zoals dat ook in de vorige notitie zat? Dus gaat dat dan zowel om de inwoners, het energieverbruik van de inwoners, als om het energieverbruik van bedrijven en van mobiliteit? Of bedoelt u, we willen energie-neutrale gemeentelijke organisatie worden? Nou, prima om naar energie-neutraal te bewegen, alleen de SMART-doelstellingen die ontbreken in onze ogen. Vooral als je naar het brede geheel kijkt. Om energie-neutraal te worden, sluit u naast de 3 geplande windmolens in Nieuwleuze verdere bouw van windmolens uit. Nou, dat kan, dat is prima, daar hebben we ook verder geen opmerkingen over. Alleen, dat betekent wel dat u een geweldige opgave heeft om met zonnepanelenvelden energie-neutraal te gaan worden. Dat betekent dat u honderden hectares, en of het nu 300 hectare zijn of 600 hectare, maar heel veel hectares bosbouwgrond of landbouwgrond gaat volleggen met zonnepanelen. Duizenden zonnepanelen. En uit eigen ervaring weet ik hoeveel moeite het kost om 14 zonnepanelen in het veld te plaatsen. Want zelfs in Honorst leidt dat tot meerdere bezwaren bij buren. Laat staan als je dat heel grootschalig in deze gemeente wil gaan doen. En bedenk dan ook wat dat gaat betekenen ten opzichte van bezwaren richting wind. Wanneer u uw ambitie serieus neemt, kunt u zich dan wel veroorloven om windmolens überhaupt uit te sluiten naast de 3 geplande windmolens? En maakt het u uzelf onnodig ingewikkeld om die windmolens uit te sluiten? En dan tot slot, in uw ambitie geeft u aan koploper te willen zijn. Nou, fantastisch, hartstikke goed. Qua energieprestatie staat Dalfsen nu op plaats 199 van de ongeveer 400 gemeentes die meedoen in die GDI-index. Dus kijk je puur naar de energieprestatie, dan staat Dalfsen in een middenmoot. Nou, is op zich ook nog niks mis mee. Alleen als je dan zegt we willen koploper worden, ja, dan is de ambitie wel erg hoog. We hebben moeite met die GDI-index. Om nu te zeggen, wij willen energie-neutrale gemeente worden. En vervolgens koppelt u dat aan de GDI-index. Want die GDI-index, die gemeentelijke duurzaamheidsindex, die gaat over 24 verschillende metingen, parameters, waarvan er een stuk of 4, 5 betrekking hebben op energie. En de rest gaat allemaal over andere dingen. Dat gaat over onderwijs, of er voorzieningen zijn in het dorp, hoeveel groen er is. Dat is allemaal mooi, maar dat zegt niets over die energieprestatie waar u juist koploper op wilt zijn, want dat staat in uw kadernota.
En is dat dan wel helemaal netjes om dat zo te verwoorden naar de mensen in de gemeente? U wilt voetballen in de top. Ik pak maar even een metafoor. U wilt voetballen in de top en u gaat dat meten of u in de top voetbalt aan de hand van het aantal scholen wat in deze gemeente staat. Nou, zult u zeggen, dat is een rare redenatie. Nou, dat klopt ook. Dat is precies wat u doet. Want u zegt in uw redenatie, of althans, hij lijkt erop van, als ik nu veel scholen heb, heb ik ook veel kinderen. En als ik veel kinderen op school heb, is de kans wel groot dat er gevoetbald wordt. En als er nou veel gevoetbald wordt door die kinderen, dan is er wel kans dat daar een toppetje tussen zit. En als ik 11 toppetjes heb, zit ik in de top van Nederland. Nou, als u het nog snapt. Dus die GDI-index is wat ons betreft geen transparante meting om uw ambitie tot energie neutraal te realiseren. Het alternatief wat u in uw voorwoord voorstelt, van stel dat we niks doen, we gaan de nota niet aannemen, we hebben nog 1 minuut, we gaan de nota niet aannemen, dan blijven de huidige doelstellingen overeind. Die huidige doelstelling, CO2-neutraal in 2025, ja, dat is misschien nog helemaal niet zo gek. Dus het kan nog wel eens een aantrekkelijk alternatief te zijn om gewoon niets te doen. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Veen. Is er in de raadscommissie, zijn er vragen aan de inspreker? Dan heeft u een duidelijk betoog gehouden. Voorzitter, ik geloof niet dat de bedoeling is om in discussie te gaan. Hè, met, de discussie niet, u mag vragen stellen en de discussie... Nee, ik heb geen vragen. Ik ben het niet overal mee eens, maar ik heb geen vragen. U mag het ergens niet mee eens zijn, dat kan. Dank u wel, meneer Royaks. Dank u wel voor uw betoog. Nou, neem me niet kwalijk, meneer Veen. Ik heb een lampje gemist, neem me niet kwalijk. Dank u wel voor uw betogen inspraak. U heeft het over de verkeersbewegingen die er zijn, dat er geen link meer wordt gelegd met de gemeentelijke bewegingen en alle bewegingen die er plaatsvinden in de gemeente Dalfsen. Hoe ziet u dat voor zich? Want de gemeente heeft natuurlijk wel invloed op de eigen bewegingen, maar niet direct op alle andere bewegingen. Heeft u daar een idee bij? Ja, ik kan een suggestie doen. In die zin dat, volgens mij de gemeente wel invloed heeft om het aantal verkeersbewegingen niet extra te stimuleren. En dan zijn er, ja, maar dan kom je al in de ideeënfase, hè, zeg maar het hele aantrekkelijke beleid om gratis te parkeren in gemeente Dalfsen is natuurlijk heel aantrekkelijk voor winkeliers. Maar het betekent tegelijkertijd dat je heel veel autoverkeer extra mobiliseert daarvoor. Ja, en een andere is natuurlijk dat rondom Dalfsen nogal wat provinciale wegen worden aangepakt, waardoor het aantal vervoersbewegingen natuurlijk fors gaat toenemen. Ik kijk naar de N35, ik kijk hier bij de Hessenweg, dan die weg bij Nieuweleuzen richting Balkbrug. Dat zijn allemaal grote wegen die, ja, hoe mooier ze ze maakt, hoe meer vervoersbewegingen er komen en des te minder mensen met de openbaar vervoer gaan reizen. Dus ik denk dat daar een aantal, ja, praktische oplossingen zouden kunnen liggen. Voldoende antwoord op uw vraag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veen. Ja, graag gedaan. En daarmee hebben we agenda punt 2, het spreekrecht van burgers, gehad. Meer burgers hebben zich niet aangemeld. En wil ik doorgaan naar agenda punt 3. En agenda punt 3 is vaststelling van de agenda. En dat is, zoals voorgesteld, kadernota duurzaamheid, plan van aanpak, asbest, archeologiebeleid en de sluiting. We gaan het zo doen. Dank u wel. Gesteld, dan ga ik over naar kadernota duurzaamheid. Aanschuivend ambtenaar mevrouw Van Loenen, welkom. En meneer Agricola is de wethouder belast met de duurzaamheid. En het thema duurzaamheid is voor onze raad een van de belangrijkste speerpunten in de huidige raadsperiode. En afgelopen november hebben we een voorstel om de kadernota vast te stellen al op de agenda gehad. Er was toen geen draagvlak en meneer Agricola heeft toen toegezegd met een nieuw voorstel te komen en dat voorstel ligt nu voor ons. Het betreft een nieuwe koers tot 2025 en het is uitgangspunt voor het nieuwe beleidsplan en de maatregelen voor de komende jaren. En in april zal het uitvoeringsplan, ik weet niet of ik het zo goed benoem, ja, worden behandeld aan de hand van deze kadernota. Er zijn een aantal technische vragen gesteld, die zijn vanmiddag nagezonden en op het RIS geplaatst, het raadsinformatiesysteem geplaatst. Ik stel voor om in 2 ronden te behandelen. Ik wil graag eerst de vragen inventariseren, dan geven we de wethouder gelegenheid om de vragen te beantwoorden en daarna hoor ik graag uw opinie. Wie kan ik het woord geven bij de vragenronde?
naampjes, maar ja, meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, dat is wel de gebruikelijke woordvoerder van onze fractie. Neem me niet kwalijk, meneer Nijkamp. Misschien zat het daarin. Nee, ja. Neem me niet kwalijk, meneer Nijkamp. Dus ik probeer het over te nemen. Een viertal vragen. Allereerst in ieder geval dank voor de kadernotitie zoals die nu ligt. Een viertal vragen daar in eerste instantie over. Eerst is, welke mix vindt het college, en dan hebben we het over een mix van allerlei lokale duurzame energieproductie, vindt het college het meest realistisch om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke doelstelling 2025 te blijven? En dan zou u best CO2-neutraal mogen vervangen door energie-neutraal. Maar wat is volgens het college de meest realistische mix om dat te bereiken? En de tweede gaat over die net al genoemde GDI, gemeentelijke duurzaamheidsindex. Het gaat over een drietal onderwerpen, mens en maatschappij, economie en de derde is milieu en energie. Onze vragen zijn daarbij van waarom scoort Dalfsen nou hoog op die eerste twee en laag op die derde? En juist die laatste, die derde, dat gaat dan over milieu en energie. Dat lijkt nou net een vertaling te zijn van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Hoe kan dat nou, hoe verhoudt zich dat aan elkaar? De derde vraag die we hebben gaat over de eerste twee verbeterdoelen. Die lijken een vertaling te zijn vanuit de huidige doelstelling. Maar met het voorstel wat nu voor ligt is onze vraag van waar mikt het college nou concreet op? En dan ga ik me even van uit dat de keuze die de heer Veen net voorlegde van gaat het nou over de gemeentelijke organisatie of over de gemeente als totaliteit. Wij hebben hem voorlopig maar geïnterpreteerd als gemeente in totaliteit. Maar als het anders is hoor ik dat graag. Waar komt het college, denken ze, op uit? Is dat nou 2025 of schuiven we mee naar 2050? En de laatste vraag is misschien wat technisch. Dan zegt de wethouder het maar. Hoe komt het dat er tot nu toe geen of bijna geen 15 meter hoge windmolens zijn geplaatst? Of ik heb ze nooit opgemerkt dat ze zo mooi verscholen staan. Dat zou ook kunnen. Maar hoe kan het nou dat ze in ieder geval nog niet zichtbaar zijn in Dalfsen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp, voor de korte vragen. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, er ligt inderdaad een nieuwe nota voor ons in een wat nieuwe stijl. Het is kennelijk in korte tijd toch mogelijk gebleken om zoiets helemaal opnieuw onder ogen te zien. Compliment daarvoor. Ik heb één vraag. En het gaat even over de, ja, deels over de totstandkoming ook misschien wel van het stuk. En dan met name over het punt van in hoeverre nou de duurzame dorpen hierbij betrokken zijn geweest. Ik lees er in het stuk wel iets over dat ze geïnformeerd zijn. Maar niet dat ze echt betrokken zijn geweest. Terwijl wij, althans ik, laat ik het even bij mezelf houden, eind vorig jaar de indruk heb overgehouden dat we in nauwe samenwerking iets tot stand gaan brengen. Dus de vraag is, hebt u ze gevraagd om mee te werken? Of hoe hebt u anderszins de samenwerking hier tot stand gebracht? Dank u wel voor deze vraag. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Allereerst ook dank voor het stuk. Het is een stuk leesbaarder dan de vorige keer dat we het stuk onder ogen kregen. Ja, ik denk dat het nu in ieder geval wel aangeeft welke richting we uit willen als Dalfsen. Maar toch heb ik nog even een tweetal vragen. Eén vraag is eigenlijk een vraag op de vraag die wij gesteld hebben bij de technische vragen. En u stelt daarin, als antwoord zegt u op een bepaald moment van de nieuwe ambitie uit hoofdstuk 5 is niet langer gericht op cijfermatige energiedoelen in 2025, maar op realistische en beïnvloedbare doelen. Daarom is energie-neutraliteit in de nieuwe kaders aan door de gemeente beïnvloedbare zaken gehangen. Dus gemeentelijk energieverbruik, gemeentelijke panden en vervoer- en nieuwbouwplannen. En niet meer aan het gehele gemeentelijke grondgebied. En als ik daarnaar kijk, naar dat antwoord, krijg ik het idee dat het nu nog alleen maar gaat om de zaken waar u zelf als gemeente direct invloed op kan uitoefenen. Klopt dat?
Of is, moet ik het toch zien dat het breder gezien wordt? Want hetzelfde wat de vraag die vanuit de ChristenUnie kwam. Hoe moeten we dit nu duiden? Heb ik nog één vraag. Meneer Veldhuis, mag ik u vragen de vragen korter te stellen? Ja, dat is prima. Sorry. Even kijken. U heeft bij het verbeterdoel minder energiegebruik. Daar stelt u dat de maatschappelijke panden en particuliere woningen goed geïsoleerd moeten zijn. Wat moet ik hieronder gaan verstaan? Is dat iets wat straks nog helder gaat worden in het beleidsplan? Dus krijgen we straks iets van energielabels daarin te zien. Dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik begin toch met een korte citaat uit de kadernota. Daar staat in de keuze van de raad, om niet meer windturbines toe te staan dan de drie in windpark Nieuw-Leuzen, betekent dat de ambitie van CO2 etzovoort volledig ingevuld moet worden met zon, kleinschalig wind en biomassa. Dat maakt het halen van die ambitie lastig. Nou, ik zou zeggen, maar goed, ik kom straks wel met mijn oordeel. Behalen van de gestelde ambitie is daarmee gezegd al moeilijk genoeg. Mijn eerste vraag. Moeten we het standpunt van de raad met betrekking tot drie extra windturbines niet heroverwegen? Onder strikte voorwaarden en zodanig dat de bevolking hier rechtstreeks profijt van heeft. Tweede vraag. Het onderzoek naar de plaatsing van kleinere windturbines buiten agrarisch gebied wordt binnenkort gedaan. Kunt u zich speciaal ook op industrieterreinen richten? Niet alleen agrarisch gebied. Dan heb ik nog een andere vraag. Daarvoor kent u waarschijnlijk het vraagstuk. Hoe verbind ik 9 punten van een vierkant met 4 rechte lijnen zonder het potlood van het papier te nemen? Dat hebt u waarschijnlijk allemaal in de creativiteitscursus gehad. Opvallend is dat bijna niemand dat goed doet, totdat iemand zegt, je mag ook buiten de kaders van het vierkant komen met je potlood. Oh, en dan lukt het. Mijn vraag. Zitten we niet op het verkeerde spoor door bij productie van duurzame energie steeds binnen onze gemeentegrenzen te denken? En in de opinierende ronde heb ik daar nog wel suggesties voor. Dan de vierde vraag. In de notitie staat de ladder van zon kan beperkend werken. Vindt het college dan ook niet dat zon op daken de voorrang moet hebben boven op het maaiveld? Onder andere de verlies van ruimte en allerlei andere dingen. Op de vijfde plaats is er bestaande wet en regelgeving die verduurzaming soms onbedoeld in de weg staat. D66 wil daarom landelijk ook in navolging van vergelijkbare lokale initiatieven alle bestaande wet en regelgeving scannen op onnodige belemmeringen voor verduurzaming. Bent u daartoe lokaal ook bereid? Zes, waarom is gekozen voor externe expertise? Heeft de gemeente zelf onvoldoende expertise en blijft er dan voldoende regie? Dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. We hebben 4 vragen. De een die gaat over de scope van deze nota. Waarom wordt in verbeterdoel 4, als het gaat over meer circulair, niets gezegd over het gebruik van duurzame materialen of over gezondheidsaspecten als luchtkwaliteit en asbest bijvoorbeeld? De tweede vraag die heeft te maken met een stukje realiteitszin. En dat kan in dit verband breed uitgelegd worden. Ik wil er 1 uitpikken. Het energieverbruik in de laatste 10 jaren is dat niet gedaald. De economische groei, die nog wel even doorloopt, die wordt dus maar net gecompenseerd. Toch wordt ingezet op een flinke daling in de komende jaren. In 2025 zelfs al zo'n 12%. Hoe reëel is dat? En zeker als dan vrijwel de acties en de meetbare acties vrijwel alleen op de gemeentelijke verbruik worden gestuurd. Daarmee samenhangend de derde vraag heeft te maken met de controle en ook informatie naar deze raad. Hoe monitoren we of we op koers liggen? Welke indicatoren? En als je het alleen wilt gaan meten bij de gemeente is het allemaal niet zo moeilijk. Maar ik schat dat we aan het eind van deze discussie nog wat iets breder willen kijken. En ook dan zal er gemonitord moeten worden. En de laatste vraag die betreft motiveren en stimuleren van onze inwoners.
Is het niet verstandiger om met de presentatie van het nieuwe beleid in de Duurzaamheidskrant te wachten tot nabehandeling van de nota in april? Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Geen vragen aan de linkerzijde. Dan wil ik meneer Agricola vragen om de vragen te beantwoorden. Ja, dank u, voorzitter. Duurzaamheidsbeleid. We hebben een heel traject al achter terug gehad. En wij komen nu met de kaders. En wat dat betreft voor ons is belangrijk, de kaders die wij opgehaald hebben, zijn dat voldoende kaders? Of is de raad van mening dat dit aantal kaders moet worden uitgebreid? Zoals gezegd is, komen we met een uitwerking in april. Dan de ChristenUnie. Welke mix is volgens het college het meest realistisch om de doelstellingen te bereiken? Onze ambitie is om met energie in balans te zijn en een koplopergemeente te zijn. Er zijn een viertal verbeterdoelen zijn hier op papier gezet. Een mix van al deze verbeterdoelen zien wij het meest realistisch. De vier verbeterdoelen en met de hoofdstukken eronder zien wij mogelijkheden om een stap voorwaarts te doen. Om de doelstellingen te bereiken in 2025, wat altijd het doel van deze raad was, is al gebleken dat dat niet haalbaar is. Wij hopen, en natuurlijk, ik kan ook niet in een glazen bal kijken, dat we in 2050 met name het hele eind op weg zijn. Het liefst zouden we zijn, ook met de technologische ontwikkelingen die bij spreken gaande zijn. Dan heb je een aantal vragen over de GDI. Voorzitter, ik wil vragen of mevrouw Van Oenen daar straks een antwoord op kan geven. Dan stelt u de vraag, waarom zijn tot op heden geen windmolens geplaatst met een tiphoogte van 15 meter? Uw raad heeft vastgesteld dat dit mogelijk zal zijn op agrarische bedrijven. En tot op heden zijn er vanaf de agrarische bedrijven geen verzoeken binnengekomen om zo'n windmolen op hun erf te plaatsen. Dus ook enerzijds te maken met de prijsvorming die momenteel plaatsvindt op diezelfde agrarische bedrijven. Dus met andere woorden, er zijn bij spreken momenteel weinig middelen om investeringen te doen. En als men investeringen gaat doen, dan heeft men een bepaalde prioriteit. Maar nogmaals, het is mogelijk, uw raad heeft het mogelijk gemaakt. Partij van Arbeid. In hoeverre zijn de duurzame dorpen betrokken geweest bij dit stuk? We hebben een heel traject gehad met de duurzame dorpen. Enerzijds de conferentie, anderzijds bent u op bezoek geweest bij de duurzame dorpen. Die input is meegenomen en dit stuk is ook naar de duurzame dorpen gestuurd met het verzoek van we willen graag van jullie hier een reactie op. En we hebben geen reactie op het stuk mogen ontvangen. De VVD. Klopt het dat alleen de gemeentelijke doelen belangrijk zijn? Alle doelen zijn belangrijk, maar de gemeentelijke doelen hebben de meeste regie op. U hebt ook aantal malen aangegeven dat wij als gemeente een voorbeeldfunctie hebben en die voorbeeldfunctie willen we graag invullen. Maar bij heel veel zaken, zoals het isoleren van woningen en dergelijke, we hebben de burgers niet aan een touwtje. Daarnaast weet u dat we met name uitbreidingslocaties, daar hebben we wel een stuk regie op. Nou, en die zijn gasloos. En dan wordt mensen gestimuleerd om energie neutraal te bouwen.
Ja, ook daarop, dus het isoleren van particuliere en gemeentelijke panden. Wij zelf hebben de opdracht gegeven om met name de gemeentelijke panden energie-neutraal te maken. En we komen, en tot nu toe hebben we dat ook al gedaan, met arrangementen voor inwoners, middels subsidies en andere regelingen. Duurzaam thuis, onder andere, wat in het begin ook heel erg succesvol is geweest, om mensen, particulieren te bewegen, om investeringen te doen in hun eigen woning. D66, moeten we het standpunt van de Raad overwegen om meer dan nog 3 windmolens te plaatsen? Uw Raad heeft daarover duidelijke uitspraken gedaan. En op basis van die uitspraken hebben we ook dit stuk geschreven. Kleine turbines voor de garage bedrijven, dus met name de windmolens met een tiphoogte van 15 meter. U als raad hebt alleen dus besloten om dat alleen toe te staan voor de agrarische bedrijven en niet voor industriebedrijven. Meneer Agricola, ik onderbreek u even. Meneer Royakkers heeft aan de hand van uw antwoord een vraag. Allebei de vragen eigenlijk, wethouder. Want ik weet dat wel, dat de raad dat zo heeft besloten of vastgesteld. Maar mijn vraag aan u was juist, moeten we dat niet heroverwegen? Vindt u niet, dit allemaal gezien hebbende en de beperkingen die er zijn, of dat we er niet nog een keer over na moeten denken? Moeten we nog niet een keer nadenken over meer windturbines? Moeten we nog niet een keer nadenken over of dat de kleinere windturbines ook op industrieterreinen moeten? Dat was mijn vraag. En niet of dat we dat zo besloten hadden. Nee, maar als u bij schrikken van mening bent dat u als raad daar een ander standpunt over moet innemen, dan is dat aan u als raad. En die zegt van, u vraagt u dat mij? En die zegt van, hier in het stuk staat hoe wij als college erover denken. Vindt u dat het anders moet, dan zult u daar in de raad met elkaar over moeten gaan praten en een besluit over moeten nemen. En dat ga ik niet zeggen, meneer Royakkers. Dat is aan u als raad. En om die kleine turbines, om die ook op industrieterreinen toe te passen, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar ik heb het tot nu toe, heb ik te maken met de kaders die u als raad hebt vastgesteld. En ik kan wel heel veel willen op dit gebied, maar ik zou het op prijs stellen dat u deze vragen ter discussie legt aan de verschillende fracties. Even kijken, dan heb je de vraag of we niet op het verkeerde spoor zitten door alle. En die vraag, het ging wat te snel. Kunt u de vraag een keer herhalen, meneer Royakkers? Over de gemeentegrenzen? Oh, gemeentegrenzen. Of dat we niet op het verkeerde spoor zitten door bij de productie van duurzame energie steeds binnen de gemeentegrenzen te denken. Je kunt met name op de productie ook buiten de gemeentegrenzen denken. Dat met name hebben we ook aandacht aangewijd in het stuk. Dus dat is mogelijk. Dan de zon. Wij als college zijn van mening dat voordat je met zonnepanelen op de grond gaat beginnen, dat de daken voorrang behoeven. Dus dat is uitgangspunt. Eerst de daken, en als er geen daken meer beschikbaar zijn, dan wij spreken eventueel zonnepanelen op grond te zetten. Daarnaast zijn er binnen onze gemeente ook initiatieven met een zonnepark op de grond. Maar dat zijn initiatieven die bij spreken momenteel opgepakt zijn van onderop, onder andere door duurzaam leefbaar Lemerenveld. Maar er zijn ook al een aantal particuliere initiatieven op dat gebied. U hebt over wet en regelgeving. Wie is er van, wij hebben ons te houden aan wet en regelgeving die is vastgesteld. En een wethouder moet zich aan de wet houden. Meneer Agricola, ik onderbreek u even, want de vraag was net iets anders gesteld. Misschien dat meneer Royakkers nog een keer kan stellen. Ja, u bent ook geen marionet, meneer de wethouder. Mijn vraag was of dat u bereid bent om de lokale wet en regelgeving, waar wij samen voor verantwoordelijk zijn, te laten scannen op onnodige belemmeringen voor verduurzaming.
Daartoe, dat is verduidelijkend, meneer Royakkers, is in daartoe zijn we natuurlijk altijd bereid om daar eens naar te zien. Maar zo heb ik in eerste instantie, u had zoveel vragen en ik moet allemaal schrijven, dus wat daar gaat. Maar in die context zijn we zeer zeker bereid om daar snel te zien wat voor mogelijkheden er zijn. En dan externe expertise. We hebben expertise in huis, maar we weten hier niet alles. Dus vandaar dat we ook externe expertise inhuren op, en waar wij regievoerend zijn. Dan het CDA. Het CDA heeft een viertal punten en dat begint met de scope. En daar over het gebruik van duurzame materialen en luchtkwaliteit en asbest. Circulair denken impliceert vanzelf het gebruik van duurzame materialen. Want daardoor daalt het aandeel niet herbruikbaar afval. En zo'n daling staat als concreet doel benoemd doordat we stellen dat het aandeel herbruik omhoog moet. Dan heb je het over realiteitszin. U had ook nog in de vraag had u het over asbest. Nou, asbest komt in het volgende onderwerp op terug. Dus dan verwijs ik u naar het andere stuk. En luchtkwaliteit. Ja, dat is door ons niet altijd te beïnvloeden. De luchtkwaliteit is ook afhankelijk van buiten ons gezichtsveld. Doordat vervuiling die elders wordt gemaakt, bij spreken waar wij mee te maken hebben. Maar indirect werken we er wel aan mee om het te verbeteren door de verbeterdoelen. U stelt dat het energieverbruik de laatste 10 jaar niet is gedaald. Kijk, we hebben verschillende verbeterdoelen en niet voor niks is verbeterdoel 1 is minder energieverbruik. Dus we zetten concreet in op besparingen. En niet alleen bij de gemeentelijke panden, maar ook met name bij particulieren en bij bedrijven. Daar zijn we nu mee bezig en daar blijven we mee bezig. En als je kijkt dat de energiegebruik tussen 2005 en 2010 ongeveer hetzelfde is gebleven, dat heeft ook te maken dat er anderzijds ook weer meer vraag is geweest naar energie. Dus doordat er met name meer vraag is en het is gelijk gebleven, dat resulteert wel dat we in de totaliteit wel gedaald zijn. Dat had ik ook gesteld. Dat was het begin van dat punt. Ondanks dus, of nee, we doen dus in feite niet meer dan compenseren wat we met economische groei meer nodig hebben met elkaar. Die groei die gaat nog even door. De toename van de bewonersaantallen loopt zelfs nog even door. Dus zowel de groei in economie als in bewoners als in wooneenheden loopt allemaal nog wel even door. Daarom mijn vraag, hoe reëel is het? We zijn al 10 jaar niet in geslaagd om meer te doen dan de groei te compenseren. Om nu te verwachten dat we binnen 8 jaar al 12% kunnen dalen in consumptie. Totaal. Dus niet in besparen. Totale consumptie 12% terug, zegt u in uw stuk. En dat is met name doordat we dus ook bij spreken toewerken dat er minder energie nodig is. Dus door een stuk besparing van energie. En daarnaast natuurlijk hebben we ook een stuk energie wat duurzaam wordt opgewekt. Maar het is wel bij spreken energie wat gebruikt wordt. Dus je moet er altijd voor zorgen dat je, en daar werk ook aan, dus dat je maatregelen neemt om het verbruik naar beneden te brengen. Dan heb je het over de controle. U zegt van hoe weet u dat we koers liggen? Nou, we komen straks in het plan van aanpak. Komen we met name hoe we de zaak willen monitoren met welke indicatoren we daarvoor willen gebruiken. Dan zijn we voornemens om, dat is een aantal jaren geleden, weer een duurzaamheidskrant uit te brengen. Nou, die duurzaamheidskrant zouden we ook wel uit kunnen geven nadat u het uitvoeringsprogramma in april hebt behandeld
En dan bij spreken en dan komen we met een actueel stuk richting onze inwoners. Ik hoop hiermee de vragen te hebben beantwoord, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. Meneer Veldhuis heeft nog een aanvullende vraag. Ik heb één aanvullende vraag en dat is eigenlijk een hele korte vraag. Denkt de wethouder dat we met de kaders die we nu meegeven voor het beleidsplan en de kaders die er al zijn, zoals de genoemde windmolens, de doelstelling in 2025 gaan halen? Zoals u in een stuk hebt kunnen zien, is met name van de totale energiebehoefte die wij hebben in 2025 zou ongeveer de helft opgewekt kunnen worden door duurzame energie en de helft door fossiele industrie. Dus 50-50. En wij spreken, en als we die lijn doorzitten, dan hopen wij spreken in 2050 in de punt te komen dat alle energie wat gebruikt wordt op een duurzame manier is opgewekt. Dus 2025 energie neutraal gaan we niet halen? Dat staat ook in stuk, gaan we niet halen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik ben even vergeten, neem me niet kwalijk. Maar er staat nog één vraag open over de gemeentelijke duurzaamheidsindex. En mevrouw Van Oenen wil ik daarvoor het woord even geven. Ja, dank u wel. De gemeentelijke duurzaamheidsindex is ook bij de behandeling in november genoemd. En we hebben hem ook in deze kadernota opgenomen als een meetinstrument waarbij je kunt afmeten hoe je doet ten opzichte van andere gemeenten. Er zijn meer van dat soort meetinstrumenten. En de GDI is inderdaad zo opgebouwd dat hij meerdere onderdelen heeft. Gemeente Dalfsen scoort vrij goed op mensen, maatschappij en op economie. Ik heb niet alle indicatoren zo vers in mijn hoofd, maar dat gaat ook over dingen als werkloosheid en sociale voorzieningen. Die zitten hier goed in elkaar. Op milieu is het wat minder hoog. En dat komt omdat die GDI ook relatief veel indicatoren heeft waar je als gemeente niet echt invloed op hebt. En luchtkwaliteit is een voorbeeld, dat is hier net al genoemd. Dat heeft ook vaak te maken met gebieden om de gemeente heen. En zelfs de windrichting kan daar nog iets in doen. Het gaat om bijvoorbeeld autokilometers. Als je een plattelandsgemeente hebt waarbij de voorzieningen wat verder weg liggen, ja, dan heb je automatisch ook autokilometers. En doordat er vrij veel van dat soort niet beïnvloedbare indicatoren in zitten, zit je op milieu lager dan op de rest van de hele GDI. Dank u wel voor de bewoording. Meneer Wildfank wil daar nog iets... Ja, ik heb mijn vraag even bewaard voor het einde. Ik denk van, we wachten even de antwoorden af. Dus vandaar dat ik niet direct heb gereageerd. Maar goed. Ik had gevraagd, is er nou wel of niet overleg geweest met die duurzame dorpen? In hoeverre zijn ze erbij betrokken geweest? U zegt van, nou, ze hebben het stuk toegestuurd gekregen en ze hebben niet gereageerd. Hebben ze die reactie wel gevraagd? Zou mijn eerste aanvullende vraag zijn. En klopt het dus dat mijn constatering kan zijn dat ze er eigenlijk niet bij betrokken zijn geweest? Dat vind ik een beetje te kort door de bocht, meneer Wildfang. We hebben die conferentie gehad in Moorivier. Nee, maar wacht even. Nu ga ik u onderbreken, hebt u net ook gezegd. Na dat moment in Hoornhorst is dit stuk geschreven. Zijn ze erbij betrokken geweest bij het schrijven van dit stuk? Ze zijn niet betrokken geweest bij het schrijven van dit stuk. Zijn er nog meer in de tweede ronde vragen die niet beantwoord? Oh, neem me kwalijk, het lampje was uit, sorry. Ja, ik had nog een eerdere vraag gesteld, die was van, hebt u ze wel gevraagd om een reactie? Amtelijk is de duurzame dorpen om een reactie gevraagd op het stuk. Voldoende, meneer Wildfank. Wie heeft er nog meer openstaande vanuit de eerste ronde nog vragen? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Allereerst toch nog even terugkomen op die eerste vraag over de energiemix, waar ik naar gevraagd heb. En ik snap wel dat de wethouder snel verwijst naar die vier verbeterdoelen. Dat is ook prima, maar dat was niet de intentie van mijn vraag. Die is ook namelijk ingegeven door de inhoud van uw eigen stuk, waarin u zegt van nou, we kunnen inzetten op zonne-energie, op biomassa, op windenergie, et cetera. En daar was de vraag op gericht. Welke mix vindt het college voor de komende 5, 10,
20 jaar, meest realistisch om zo dicht mogelijk bij die doelen te blijven die we tot nu toe hebben vastgesteld. En dan past denk ik niet om te verwijzen naar wat de gemeente zelf kan gaan doen, in de zin van eigen energiebesparing en dergelijke. Nee, wat kunnen we buiten de gemeentelijke organisatie bewerkstelligen? Dat is één. Twee, gaat over toch die GDI-index. Want eigenlijk hebben we 10 jaar lang een duurzaamheidsbeleid gevoerd, wat met name ging op dat laatste punt, energie en milieu. En ik heb gelezen en gehoord dat u zegt van ja, we zijn een plattelandsgemeente, dus we maken wat extra kilometers. En dat klopt denk ik ook wel. Maar is dat nou de reden waarom dat we slecht scoren op dit onderwerp? Want dat zou ik wel graag scherp willen hebben. Want we hebben veel ingezet op zonne-energie, we hebben de bedrijven allemaal gestimuleerd, we hebben windenergie ruim de kans gegeven. En nog staan we ergens onderaan in het lijstje. Dat is toch niet alleen het gevolg van de plattelandsgemeente? Of wel? Om het laatste te beginnen, daar hebt u gelijk in. En dat is voor ons, we zijn daar ook van, zijn, hoe is het mogelijk dat we zo laag staan bij alles wat we al gedaan hebben. En wat dat betreft, hun wijze van meten en dergelijke, daar hebben wij, kunnen we de vinger ook niet helemaal achter krijgen. Dus wij vinden het op zich ook heel erg bijzonder bij wat we allemaal gedaan hebben. En dat we in de provincie Overijssel ook nog koploper zijn op dat gebied. Dus die zegt van, daar zitten bij ons dezelfde vragen die u ook hebt. Daar direct aan gekoppeld is natuurlijk wel de vraag, die GDI, is die dan überhaupt wel toepasbaar? Want als u zegt van ja, ik kan hem eigenlijk niet goed interpreteren, ik kan hem ook niet verklaren. Ja, dan wordt hij wel heel erg lastig. Misschien kunt u daar even iets over zeggen of die dan wel toepasbaar is. Misschien kan mevrouw Van Oenen u daar een verhelderend antwoord op geven. Ja, dank u wel. Het sluit ook aan bij de inspreker meneer Veen. Hè, die ook aangeeft van is dit een goede meetwijze. Hij is in de behandeling in november ook genoemd. We hebben hem ook daarom wat dieper bekeken. Hoe zit hij nou in elkaar? Wat hij opgeleverd heeft is dat we bij de energiethema's er een kapstok in gevonden hebben voor waar moeten we op inzetten. Hè, die 4 verbeterdoelen om daar straks beter in te scoren. Tegelijkertijd legt dat ook een beetje de vinger op wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En de relatie met het doel dat we altijd hadden, hè, die CO2-reductie. Er is heel veel gebeurd, er is heel veel in beweging gezet, daar is in geïnvesteerd. Dat is ook nodig. Neem de acties van Duurzaam Thuis bijvoorbeeld. Maar mensen die daarmee bezig zijn en iets aan hun huis doen of dat overwegen, dat zie je niet meteen terug in een CO2-reductie. En dat is ook de reden dat we hier op zoek zijn gegaan naar een manier om te kijken waar heb je als gemeente invloed. Hoe kun je dat dan ook zichtbaar maken en meetbaar maken. En tegelijkertijd ook die beweging te blijven faciliteren. En dat staat ook terug in die concrete doelen onder die 4 hoofddoelen. En als vanavond daar suggesties voor voorbij komen om er nog wat bij te zetten om die concrete doelen. Dat kan natuurlijk altijd en die uitwerking. Daarin zal ook weer veel helder worden wat nu nog niet helemaal helder is. Maar het is wel een insteek die gaat naar ja, dat minder cijfermatige en dat minder gericht op energie plussen en minnen. Nou, die GDI zit daar deels nog wel op. Het is er eentje die alle gemeenten vergelijkt. En dat gaat hoe dan ook gaat dat door, dus we blijven erin voorkomen. Maar je kunt koplopen misschien ook verdelen of verwoorden in andere meetinstrumenten. Dat kan ook. Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van Oenen, voor de beantwoording. Vindt u het goed als ik op die 2 vragen van de ChristenUnie de wethouder even ondersteun? Nee, vind ik niet. Vindt u niet goed? Want nee. Daar kan ik zo antwoord op geven namelijk. Nee, dank u wel. Dat gaan we niet doen. We gaan zo in de opinierende ronde. Dan hoor ik graag welke ondersteuning u geeft aan wie. En dat mag ook aan meneer Nijkamp zijn, dan wel aan de wethouder.
Dank u wel. Zijn er nog openstaande vragen die onbeantwoord zijn? Of dat is hetzelfde, hè? Eufemisme. Niet? Dan wil ik graag uw opinie horen. Waar mag ik beginnen? Meneer Nijkamp, ChristenUnie? Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst willen we nadrukkelijk onze waardering uitspreken voor de grote verbeterslag die is uitgevoerd. Het is al een paar keer vermeld, maar dat menen we oprecht. Het is een document waar je iets mee kan. In de zin van, je kunt er mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar je kunt er in ieder geval wel wat mee. Dus je kan er grip op krijgen. Dus dat is goed. Waarvoor dank. Wat ook een mooi punt is, dat er meer dan voorheen het belang en de urgentie van die duurzaamheid wordt aangeduid. Dat is goed om ons als raad te realiseren, maar daar ligt dan tegelijkertijd een uitdaging om dat naar de breedte van de inwoners en bedrijven ook helder te krijgen. Toch is er wel iets over te zeggen, over de inhoud. De vragen die gaan we daar een beetje richting aan. Die ambitie is toch tegelijkertijd niet helder als je het hebt over een kopgroep. Eigenlijk weet je niet waar je naartoe aan het hollen of aan het rennen bent. Je kan wel in de kopgroep zitten, maar als de hele kopgroep de verkeerde kant op gaat, dan rij je mooi achteraan. Dan zal dat niet zo hard lopen, maar toch geeft het eigenlijk geen duidelijkheid. En in die zin zien we ook wel een echte breuk met datgene wat we tot nu toe hebben vastgesteld. CO2-neutraal 2025. We kunnen prima leven met het idee dat CO2 misschien wat minder aansprekend is en energie-neutraliteit in die zin wat makkelijker is uit te leggen. Daarmee wel overigens meetbaar blijft. Maar dat we in één keer een complete generatie opschuiven van 2025 naar 2050, dat vinden we wel een hele grote stap. Te meer ook omdat niet is aangegeven van wat er nou concreet kan gebeuren om toch zo dicht mogelijk tegen die oorspronkelijke doelstelling aan te blijven werken. Dus de stap naar een generatie verder, 25 jaar, misschien wel meer dan één generatie, die gaat ons iets te snel. Dus daar zouden we toch wel graag wat dichter bij die 25 willen blijven. En ik snap best wel dat het heel lastig is om dat te duiden, maar misschien kunnen we daar met elkaar een formule in vinden. Waarbij het en meetbaar wordt, dus ook in absolute cijfers, want dat vinden we juist wel toegevoegde waarde. Want dan heb je wel een echte meetlat en geen relatieve meetlat van de koploper. Voorzitter, er wordt weer gevraagd daarom. Maar in de schriftelijke beantwoording van de schriftelijke vragen bij deze sessie staat denk ik wat u wil weten. Want daar staat precies in welke mix aan energie en in welke verhoudingen eventueel in 2025 nodig zou zijn om de gemeente volledig energie-neutraal te maken. En dan kun je het zo aflezen. Ja, dat rekensommetje kun je wel maken, maar de vraag is dan van waar kiezen we met elkaar voor? A, willen we dat? En B, waar kies je dan voor? Ja. Want daar zijn de meningen tot nu toe redelijk over verdeeld geweest. Dus het is goed dat het gewoon ook aan de orde komt. We snappen overigens wel dat in de kadernotitie onderscheid wordt gemaakt tussen direct te beïnvloeden zaken en minder of indirect te beïnvloeden effecten. En toch lijkt de balans in dit voorstel nu te ver doorgeslagen naar datgene wat de gemeente direct kan beïnvloeden. Ja, dat moet je doen, maar dat is niet genoeg. Dus we zouden eigenlijk naar een dubbele verbetering willen. Dus gemeente in enge zin en gemeente in brede zin. Aanpassen van lokale wet en regelgeving is een van de concrete voorstellen die erin staat. Er is net ook al even over gesproken. Dat lijkt ons goed. In ieder geval ook in het kader van bijvoorbeeld evenementen. Dat is een van die voorbeelden die we wel eens aangedragen hebben. Dat zijn misschien kleine elementen, maar in combinatie met het bereiken van een breed publiek zouden we daar graag ook, maar straks bij de uitwerking, dit soort voorbeelden ook genoemd willen zien. Een punt wat net ook al tevoorschijn kwam is van, eigenlijk staat de
de keuze zoals de meerderheid van de raad die heeft uitgesproken om geen extra windturbines te plaatsen, ons op dit moment ook wel behoorlijk in de weg. Dat geeft niet echt veel ruimte om dat in de toekomst nog eens op te plussen. Dan zeggen we niet dat we die hele gemeente moeten volbouwen met windturbines, maar op dit moment is het wel heel erg gesloten. Je zou de vraag kunnen stellen, heeft niet elke kern recht op een eigen windmolen? Het is er maar één. Om die 50% extra in te vullen, moeten we er blijkbaar 60 plaatsen of 350 hectare zonnepark. Het is in ieder geval nog niet echt duidelijk of dit allemaal wel realistisch is. We vinden dat ook wel erg veel, moeten we toch bekennen. Maar toch stellen we voor, dat wordt toegevoegd aan de lijst van uit te zoeken onderwerpen, dat we voor 2019 een onderzoek krijgen naar kansrijke gebieden voor ook kleinschalige, maar windenergie in de breedte. En vooral zonnedaken. Op de agrarische bebouwing en op de bedrijven. En de eerste, de agrarische bebouwing, zouden we graag gecombineerd willen zien met de aanpak van het volgende onderwerp op de agenda, de asbestsanering. En als je het al hebt over zonnevelden, en ik denk dat de provincie daar wel de weg in wijst van eerst die daken maar eens benutten, voordat je over zonnevelden nadenkt, dan zouden wij toch wel graag van het college wat kaders aangereikt willen zien van wanneer mag je nou een zonneveld plaatsen en wanneer niet? Zouden daar ook elementen als zichtbaarheid van de openbare weg een rol kunnen spelen? Of van de bewoners eromheen? Of misschien dat we zeggen van nou, dan doen we dat alleen maar in collectieve initiatieven. Dat soort elementen die we nu ook combineren met de windmolens. Misschien kunnen we daar ook iets mee. Bij verbeterd doel meer lokale kracht. Ik zou hem nog iets willen verruimen. We zouden heel graag wetenschap, onderwijs en bedrijven in de regio daar een prominentere plek in willen gunnen. Misschien had u dat wel in gedachten hoor, maar we geven hem toch maar even mee. Verbeterdoel, meer circulair te werken. Lokale productie is de nieuwe norm. Nou, dat klinkt heel mooi, maar dat is een niet realistische doelstelling. Tenzij je zegt van waar het precies betrekking op heeft. Als je zegt van nou, we gaan zoveel mogelijk naar lokale energieproductie toe. Maar dat wordt volgens ons niet bedoeld met dit stuk. Dus misschien kunt u dat nog eens even toelichten. Misschien moet je het iets voorzichtiger formuleren. Misschien het stimuleren van een aantal nader te noemen productcategorieën of zo. Ten aanzien van de participatie. De participatie van duurzame dorpen kwam net al even voorbij. Maar wij denken ook dat bij het opstellen van het beleidsplan er toch wel echt ruimte moet zijn voor duurzame dorpen, maar ik denk voor veel meer belanghebbenden en belangstellenden om daar iets van te vinden. Dus wij zouden echt pleiten voor een goede ter inzagelegging en daar ook serieus op insteken. En tenslotte willen we melden jaarlijks het uitvoeringsplan. De resultatenmeting, en dan gaan we ook uit van resultaatmeting van de GDI, maar ook van een energie-neutraliteit. En de prognose voor de volgende jaren te presenteren in de gemeenteraad. En te bespreken in de gemeenteraad. Kortom, er zitten nog wel wat potentiële amendementspunten in, maar we horen ook graag de reacties van andere fracties. Dank u wel, meneer Nijkamp. U heeft dus nog een aantal vragen en u heeft nog niet expliciet uitgesproken. Over de inhoud. Nee, dat lijkt me nog te vroeg. Ik stel voor dat we eerst de discussie in de raad aangaan. Heel goed, dank u wel. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik herhaal nog wel even een keer een compliment voor het stuk. Het ziet er goed uit. Het is in ieder geval een wat meer doorwrocht kadernota. De vraag is en blijft natuurlijk wel van, gaat het ons helpen om te komen tot een beter besluit, betere aanpak en een beter resultaat? Maar goed, dat zal de tijd dan leren. Even inhoudelijk op het stuk reagerend. Ambitie, het koploperschap en de energie in balans. Prima, direct eens. En de verbeterdoelen, zoals die worden beschreven in termen als meer en minder. Hè. Minder energieverbruik, meer duurzame opwekking, meer circulair. Ja, vervolgens zijn daar relatief concrete doelen aan verbonden. En die zijn
In sommige gevallen zelfs ook echt al heel concreet. In sommige andere gevallen blijft het nog relatief vaag. Maar dat is voor dit moment, de fase waarin we nu zitten, wat mij betreft prima. Wat ik echt mis is de concrete invulling van de manier waarop en de mate waarin die duurzame dorpen hier nou bij betrokken raken. Ik mis echt de link naar wat we eind 2016 met deze groepen hebben gedaan. Ook een directe financiële ondersteuning van deze burgerinitiatief mis ik, terwijl dat toch echt gevraagd is en volgens mij door de Raad ook als wens is uitgesproken. En dat vind ik wel een serieus gebrek, zeker als ik hoor dat er alleen maar ambtelijk om een reactie is gevraagd. Dan hebben we eind vorig jaar een heel circus gehad, in Honost, Raad en College zijn aan de hand genomen door die vertegenwoordigers van die duurzame dorpen. En vervolgens bevragen we ze alleen ambtelijk, ook nog een keer aan het eind van het traject, wat ze ervan vinden. En dat had wellicht ook op de weg van de wethouder gelegen om die vragen te stellen. Nou, dan even op het punt van CO2-neutraal 2025. De ChristenUnie heeft er ook al iets over gezegd. Ik zou het simpel willen houden. Zolang ik niet een betere krijg, zou ik hem nog niet willen inleveren. Het is een eenvoudig, meetbaar, nog redelijk overzichtelijk in de tijd liggend doel. Ik hoor voortdurend dat het allemaal niet haalbaar is, maar ik zie ook nog niet direct alternatieven voor het gestelde doel. Dus ik zou zeggen van, laten we het nog even vasthouden. Nou, dan zit er in het stuk ergens nog een verwijzing naar, dat is een beetje mijn eigen interpretatie, geef ik direct toe, naar projectontwikkelaars die azen op het neerzetten van grotere velden met zonnepanelen. En die vind ik verontrustend. Want dit soort bedrijven is erop uit om er geld uit te trekken uit die duurzaamheidsinitiatieven en niet om het erin te stoppen. Dus mijn oproep zou zijn, houd het oog daar scherp op en hou het vooral lokaal en houd die projectontwikkelaars buiten de deur. Ja, en dan staat in het stuk inderdaad, en dan citeer ik even letterlijk, de keuze van de Raad om niet meer windturbines toe te staan dan 3 in Windpark Nieuw-Leuzen. Dat lijkt me een juiste weergave van het toenmalige raadsbesluit. Maar om het nu zo absoluut neer te leggen, is misschien wat kort door de bocht. Nou, er zijn er meer die er iets over gezegd hebben. Wellicht moet dat toch nog eens een keer opnieuw in de Raad ter discussie worden gesteld. Want willen we onze doelen handhaven, dan zullen we misschien onze maatregelen moeten aanpassen. Voor Hans ben ik even geneigd om te zeggen, goed stuk. Ben ook geneigd om te zeggen, we gaan daarmee instemmen. Maar nogmaals, met een paar kanttekeningen die ik gemaakt heb, daar wil ik wel eerst het antwoord op horen alvorens ik dat definitief zeg. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik begin, voordat ik mijn complimenten ga uitdelen, met toch nog een keer tegen de wethouder te zeggen dat mijn mening, want daar hebben we het nu over, is dat hij het zich erg gemakkelijk van afmaakt door te zeggen, het zijn de kaders van de Raad. Mijn vraag was juist, vindt u het verstandig? Moeten we het heroverwegen? En is het ook niet verstandig om op industrieterreinen te kijken naar kleine windturbines? En dan vind ik het wel erg gemakkelijk om het dan weer bij de Raad terug te leggen. Maar goed, dat zij zo. Dan de opinie over de kadernota. D66 vindt ook dat het een hele verbetering is met de versie van november 2017. En dat de kritiek en de feedback vanuit de commissie, 2016 bedoel ik, en dat de kritiek en de feedback vanuit de commissie serieus en zorgvuldig is opgepakt. Waarvoor dank. Het gaat ook om een kadernota, nog niet om een beleids- en uitvoeringsprogramma. Dat komt in april 2017 aan de orde. Dus ik zou onze collega's wel willen waarschuwen om het niet te veel op de lange baan te schuiven. Het proces is duidelijk in kaart gebracht. En dan inclusief smart doelstellingen komen dan aan de orde bij het beleids- en uitvoeringsprogramma. Hoewel de inspreker dat graag al in de kadernota zag, maar dat komt volgens mij in april. Prima, zeg ik, dat de gemeente nu inzet op herkenbare begrippen en doelen. En geen onhaalbare CO2-doelen of luchtfietserij, zoals u wilt. Ook heel goed dat we geen uitspraken meer willen doen over zaken die we niet kunnen beïnvloeden. Of helemaal niet kunnen beïnvloeden. Enige bescheidenheid past ons. De paragraaf lokale kracht is wat mij betreft goed en voldoende omschreven. Burgers, boeren en buitenlui en ook ondernemers komen aan bod en van ieder wordt een inbreng verwacht. Door het beschikbaar stellen van ondersteuning, door de gemeente, kennis, invloed, subsidie, wordt het initiatief van onderaf voldoende gestimuleerd. Dat we beschikken over de inbreng van de bevolking door middel van duurzame dorpen is een groot goed. Zij moeten gezien worden als echte partners in het hele proces.
En als ze het goed doen, of als we het samen goed doen, dan zorgen ook zij mede voor het draagvlak onder de inwoners en zijn de aanjagers van het geheel. En de financiële ondersteuning was volgens mij gewoon afgesproken. Dus ik ga ervan uit dat dat al geregeld is. Dan heb ik nog een opmerking over de vraag van waarom kan het zo zijn dat we in die gemeentelijke duurzaamheidsindex zo laag scoren als gemeente Dalfsen voor punt energie. Ik heb bij mijn vorige werk bij Twents hebben we veel onderzoeken gedaan in alle Twentse gemeenten naar dit fenomeen. En dan blijkt bijvoorbeeld, ik noem maar wat voorbeelden, gemeentes met veel grote transportondernemingen scoren slecht. Want al het verbruik aan diesel van die transportondernemingen worden op die gemeentekonto geschreven. Ik noem maar een voorbeeld. Hele energieintensieve industrie, idem. Maar aan de andere kant, als je een bedrijf hebt zoals Twents, waar ik heb gewerkt, wat een enorme hoeveelheid duurzame energie produceert, voldoende voor bijna half Twente, inclusief nog wat meer, dan scoren die gemeentes juist energie positief. Dus het hangt ook voor een deel af wat voor soort bedrijven je in je gemeente hebt, wat is de samenstelling, hoe dat je scoort. En in die zin is dat heel moeilijk om daar echt de absolute waarde uit te halen. En ik wil dat toch wel als een soort hart onder de riem meegeven. En op die manier kunnen we nog wel eens een keer naar kijken. Want ik vind juist de nota nogal ambitieus over lokale productie en hergebruik. Ik vraag mij ook af of de gemeente daar realistisch in is. Hè? Zeker als het om gaat om binnen de gemeentegrenzen te realiseren. We hebben het allemaal gezien. 60 windturbines, 350 hectare zonneparken, dat zijn onvoorstelbare hoeveelheden om ervoor te denken dat we het binnen de gemeentegrenzen kunnen doen. Mijn voorstel is dan ook om te overwegen bijvoorbeeld financieel deel te nemen in windparken op zee, om zo toch te voldoen aan de productie van meer groene energie voor de gemeente. We kunnen dat als aanluider of als financier doen. De gemeente kan het doen, maar we kunnen ook een bundeling van welwillende particulieren uit de gemeente doen. Ik heb zelf zo'n investering, dat rendeert ontzettend goed. Dan is er, daar kan ik buiten de vergadering wel wat van vertellen. Dan is er zo dat, ik heb het ook over de handhaving gehad, want bedrijven met name, die gebruiken relatief veel energie. In de Nederlandse groene sector wordt altijd gesproken over equivalenten van huishoudens aan elektriciteit. Nou, dat is echt helemaal niks. Huishoudens gebruiken relatief weinig energie. En daar komt nog wel een slag aan, hè, want ledlampen beginnen nu pas betaalbaar en goed te worden en zo. En dat zal allemaal wel die 12% die halen we wel. Maar de bedrijven, daar moeten we het van hebben als we een grote slag willen maken. Ik zal die bedrijven hier even niet mijn naam noemen, want we gaan op in de ether. Maar dat tikt aan. En die kun je in de wet milieubeheer wel stimuleren, de wortel- en stokactie, om zich daar beter aan te houden. Daar is heel veel winst te behalen. Dus ook een voorbeeld. In Den Bosch heeft een handhavingsteam van 1,2 FTE, en Den Bosch is natuurlijk een veel grotere gemeente, evenveel energie bespaard als 5 grote windmolens in 1 jaar. En dat is dus ook aan de overheid om de mensen daar een handje mee te helpen, maar dan tikt bedrijven heel erg aan. Dus samenvattend, positief over de nota. D66 is, hoewel het lijkt alsof we heel kritisch zijn, dit is gewoon een kader en we wachten het vervolg af. En wij zullen dan ook zeker voorstemmen in de raadsvergadering. En we zijn benieuwd naar de concrete invulling van het beleids- en uitvoeringsprogramma. We hopen dat we daar als raad aan toe bijdragen en om die goed te krijgen. En succes en dank voor de aandacht. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Nou, voor ons geldt ook, want het is goed te zien dat er nu serieuze werk is gemaakt van deze kadernota. We hebben nu kaders waarmee in ieder geval beleid te maken is, denken we. Complimenten dus voor deze nota. We hebben wel een aantal opmerkingen hierover die we graag mee willen geven. Met betrekking tot het koploperschap vragen we wel om in het beleidsplan richting te geven aan de thema's waar we als Dalfsen
koploper in willen en kunnen zijn. Enige ambitie mag hier dan ook wel duidelijk uit blijken. Als voorbeeld noem ik gasloos nieuwbouwen bijvoorbeeld. Dat doen we al enige tijd en we zijn zeker niet de enige. Dus dat zou ik niet direct heel ambitieus willen noemen. Het is wel heel belangrijk dat het gebeurt. Maar als je de koploper wil zijn, dan zoek je echt naar goede ambities en waar je ook koploper in kan zijn. Aan de andere kant zien we ook een doelstelling die mogelijk te ambitieus is. En dat is eigenlijk de doelstelling om in 2025 energie neutraal te zijn in combinatie met die 1100 terajoule extra duurzaam opwekken. Uitgangspunt zou volgens ons moeten zijn om een realistische doelstelling hiervoor neer te zetten. Ik hoop ook dat dit gaat lukken straks in het beleidsplan. Want als we kijken naar de getallen inderdaad die we vanmiddag gekregen hebben. Ja, hetzelfde wat mijn buurman net zei. Van, het is een behoorlijke ambitie die we neerzetten. Als ik kijk naar wat u zelf als antwoord ook geeft. Dat die windmolens die bij de agrariërs op de agrarische terreinen moeten komen te staan. Afgelopen jaren nog in eentje aangevraagd. Dus er hebben er ongeveer 100 nodig. Dan hebben we nog wel wat te doen op dat vlak. Voor de rest zijn we akkoord met deze nota. We gaan ook akkoord met de financiële consequenties. En we kijken zeker uit naar het beleidsplan straks in april. En dat hij ook een goede concrete onderwerpen zal hebben onderdelen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We behandelen hier de kadernota duurzaamheid 2017-2025. De kadernota is eind 2016 teruggegeven en we zien dat er in de tussenliggende periode heel veel werk is verzet om te komen tot een compleet stuk. Hartelijk dank hiervoor. De gevoerde gesprekken met de fractievoorzitters, specialisten hebben als onderbouwing geleid voor deze nota. Duurzaamheid is het gebruiken van de aarde op een manier dat ook onze kinderen en kleinkinderen er gebruik van kunnen maken en ook nog eens op een rendabele manier. Het vraagt wel een andere manier van kijken naar investeringen dan dat gebruikelijk is binnen de gemeentelijke begrotingen. Deze andere manier van denken zorgt ervoor dat we anders moeten kijken en veranderingen zijn over het algemeen nou een keer lastig. Het is een onjuiste gedachte om te denken dat duurzaamheid duurder is dan de gedachte die we hiervoor hadden. Het betekent alleen anders met middelen omgaan. Op een creatieve manier kijken naar werkwijzen die we ons hebben aangeleerd de afgelopen decennia en dit gaan doen op een manier zodat ons nageslacht er ook van kan genieten. En we zien dat Nederland wil veranderen. Sinds bijvoorbeeld het instellen van de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de plastic tasjes zijn er in een jaar tijd maar liefst 60% minder van die tasjes in de wereld gekomen. Je kan dus zien dat Nederland er wel klaar voor is. Het vereiste om er op een creatieve manier naar te kijken zorgt er ook voor dat een kadernota niet te strak neergezet moet worden en zeker niet omdat deze voor ons ligt voor de periode tot 2025. Strakke kaders kunnen ervoor zorgen dat deze ons in de komende jaren in de weg gaan zitten. Betekent dat deze nota niet goed is? Zeker niet. We zien hier de uitkomsten van de bijeenkomst met de duurzame dorpen en de gesprekken met de fractievoorvoerders zeker in terug. Een flinke stap voorwaarts. Maar is het perfect? Nee, dat is het wat ons betreft ook niet. Maar moet het perfect zijn als we weten dat de plannen creativiteit moeten oproepen? De kaders moeten uitnodigen om vrij te denken en bij te dragen aan onze doelstelling. En te strakke kaders helpen daar niet bij. Een goede invulling van beleid op het gebied van duurzaamheid betekent dat je flexibel moet zijn als gemeente. Duidelijk laat zien waar je naartoe wilt. Laat zien dat je eraan werkt. Dit uitstraalt in alle vormen van communicatie en mensen inspireert om mee te doen. Wij zijn echt voor het plan omdat we vinden dat er genoeg basis is om er echt mee aan de slag te gaan. Als gemeentebelangen waren we ook voor het vorige plan omdat we van plan zijn, omdat we van mening zijn dat je moet opschalen en aan de slag moet gaan in plaats van blijven praten en stil blijven staan. En natuurlijk, sommige initiatieven zullen succesvoller worden dan de andere, maar één ding is zeker, uitstellen, daarmee bereik je helemaal niets. De wereld is er ondertussen bewust van dat er duurzaam gekeken moet worden naar onze planeet. Nederland heeft zichzelf ook doelstellingen opgelegd en helaas bevinden we ons op dit ogenblik in de achterhoede. Als Dalfsen zitten we ook niet in de voorhoede, dus we zitten op een plek waar we eigenlijk niet willen zitten. We vinden onszelf vooruitstrevend, maar helaas blijkt het tegengestelde. Overal is Nederland 4% van de stroom duurzaam en in een land als China, waarvan we toch met z'n allen denken dat er heel veel vervuiling is, wekt men op dit ogenblik 11% duurzaam op. Met deze gedachten komen we ook een punt waarbij we een belangrijke nuance willen geven op deze kadernota. In de
Nieuwe kadernota is de doelstelling flink naar beneden bijgesteld en het onderwerp windenergie wordt in de nota op slot gezet naar de bouw van 3 windturbines door Nieuw-Leuze Synergie. Dat betekent dus dat we op voorhand gaan zeggen dat we het goed vinden dat we bestaande doelstellingen niet gaan halen door windenergie uit te sluiten voor de komende 8 jaar. En willen zo een belangrijke beslissing niet nemen zonder dat we daarvoor onze leden hebben geraadpleegd. We hebben als fractie dan ook besloten om al onze leden en achterban te gaan raadplegen, want als lokale partij vinden we het belangrijk dat we doen wat leden van ons verwachten. Om te voorkomen dat we hier een antwoord geven wat niet in overeenstemming is met de mening van onze achterban, zullen we dus hier even een voorbehoud maken met betrekking tot het slot op windenergie. We vinden het belangrijk om te werken aan een verbeterde duurzaamheid van onze gemeente op alle gebieden en willen daarvoor het college oproepen om alvast te beginnen met het maximale te doen op alle gebieden. En met betrekking tot windenergie in het algemeen laten we het oordeel van onze leden meewegen. Maar dit kan bijvoorbeeld ook als uitkomst hebben participeren in projecten elders, zoals net ook al genoemd de windparken op zee. We hebben deze vraag technisch gesteld en de mogelijkheden zijn er ook voor aanwezig. We nemen het stuk dus eerst nog even weer mee naar onze fractie en zien het graag als bespreekstuk terug op de raadsvergadering. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, wij kunnen natuurlijk niet achterblijven. Ook wij hebben uitgekeken naar deze vernieuwde kadernota. En ook wij kijken met heel veel waardering naar de kwaliteitsslag die is gemaakt. Goed stuk werk. Dat de presentatie van de uiteindelijke beleidsnota in april een hele strakke planning vraagt, is duidelijk. Maar tegelijkertijd ook lastig, zien we. Deze kadernotitie is veel langer dan nodig, omdat ze al diverse uitwerkingen bevat die in de beleidsnota thuis horen. Dat het participatieproces nu wordt beperkt tot het betrekken van de duurzame dorpen, kunnen we op zich wel volgen. De meerdenksessie met vertegenwoordigers van de Raad, dat leidt ons iets voor afstemming via het presidium, hoe dat precies vormgegeven zou kunnen worden. In het algemeen moet het wel van het hart dat concrete doelen veel te beperkt zijn. Het is meermalen gezegd vanavond, maar het zijn vrijwel alleen doelen die betrekking hebben op de reach van de gemeentelijke organisatie. En in het algemeen is het stuk veel te vrijblijvend ten aanzien van de inspanningen die we van onze inwoners en van onze bedrijven mogen verwachten. Met de 4 voorgelegde verbeterdoelen op zich als hoofdrichtinggevend kunnen we van harte instemmen. We hebben er wel een paar opmerkingen bij. Bij de eerste, minder energieverbruik, dan gaat het wat ons betreft vooral om minder fossiel energieverbruik. Dat is een belangrijk verschil. We zijn het ook niet eens met de opmerking die zojuist werd gemaakt, dat het wat moeilijk meetbaar is om bijvoorbeeld isolatieacties bij woningen te meten. Maar als er iets meetbaar is, dan is het wel het energieverbruik van woningen. Dus dat moet op de vragen zijn en dat is een vrij gemakkelijke om in te koppen, lijkt ons. De tweede, doel, meer duurzame energie, daarbij denken wij dat je vooral in moet zetten op eenvoudig aanhaken, eenvoudig aanhaken en op effectiviteit van de maatregel. Bij de derde, meer lokale kracht, willen we in ieder geval aangeven dat communicatie daar van cruciaal belang is. Zoek ambassadeurs en aansprekende voorbeelden. Bij de vierde, meer circulair. Daar heb ik straks al op gehint met de vragen. Denk daarbij uitdrukkelijk ook aan in ieder geval een uitspraak doen over je beleid in zaken duurzame materialen. Een uitspraak doen over gezondheidsaspecten. En ja, wethouder, natuurlijk is de invloed daar van een groot deel van buiten onze gemeente. Maar niet alles. Doe er een uitspraak over de richting die je volgt. En dat geldt hetzelfde voor asbest. Ja, er komt zometeen een mooie asbestnota op de agenda. Maar je hoort natuurlijk gewoon genoemd te worden in een kadernota die gaat over duurzaamheid. En verwijs maar naar die nota, prima. Maar durf ook gerust eens meer te kijken in andere beleidsvelden, zoals werkgelegenheid dichtbij de woning. Erg belangrijk, in het kader van duurzaamheid. Belangrijk is wat ons betreft om deze doelen, alle 4, zo smart mogelijk te formuleren. En natuurlijk veel breder dan de scope van de gemeentelijke organisatie. Over die meetbaarheid nog even het volgende. Ik had er ook een vraag over gesteld. We slagen erin om constant te blijven.
ondanks aan alle kanten meer consumptie. Behoefte, zeg maar. We slagen erin door de bezuinigingen om niet meer te gebruiken dan 10 jaar geleden. Maar goed, dat is geen basis om te verwachten dat we nu dan wel in slagen nog harder te gaan dalen in besparingen. Of nog beter te slagen in besparingen, dus dat we gaan dalen in het effectieve gebruik. U wilt zelfs naar een totaal van 28% besparing. Zien technisch zitten nou goed, dat dan moet gebeuren. De GDI is meermalen genoemd. Nou, goed scoren, we zitten denk ik hier wel aardig op één lijn. Goed scoren in die index is wel meegenomen, maar is absoluut geen doel op zich. Veel belangrijker is het meekrijgen van onze inwoners en onze bedrijven. En wij denken echt dat de verbeterdoelen tenminste uitgewerkt moeten worden, niet in deze nota, maar wel zometeen in de hoofdnota, naar de doelgroepen inwoners, bedrijven en vervoer. En daar hebben we juist wel harde streefwaarden nodig. Die zijn meetbaar en daar kunnen we elkaar op afrekenen. Betrek daarbij de partners. Vergeet die niet. Voor het verder aanjagen van initiatieven en collectieve acties zijn naast de duurzame dorpen vooral ook de bouw- en installatiebedrijven belangrijk. Ten aanzien van de monitoring hebben we straks al iets richting aangegeven. Wij verwachten een voorstel, en ik dacht meerdere collega's daarop aanstuurden, een voorstel van hoe deze raad de voortgang kan monitoren de komende jaren. Als je een puntje kansen benutten, dingen die langskomen zijn bijvoorbeeld grote projecten. We hebben er nu weer eentje in Nieuw-Leuzen, meerjarig groot project, waar we behoorlijk wat aandacht gaan besteden aan duurzaamheid. Nou, kijk om je heen, zeggen wij, kijk niet alleen naar het project zelf, maar kijk om je heen. Kun je de omliggende bewoners, wijken, aanhaken? Kijk bijvoorbeeld naar de warmtekrachtkoppeling daar. Wellicht het benutten van de daken voor zonne-energie. Andere kans, vandaag werd bekend dat de provinciale regeling woningabonnement rond is. Dat betekent dat er een budget komt met de mogelijkheid om leningen af te sluiten in totaal voor 10.000 woningen om die te kunnen isoleren met een terugbetaalregeling vanuit de te behalen besparingen. Super interessant, heel belangrijk om op tijd bij aan te haken, denk ik. Voor het overige, het voorstel van de financiële dekking zal volgen. De duurzaamheidskrant hebben het al even over gehad. Wij denken dat we met deze nota best een heel eind op weg zijn. Het is ook niet meer en niet minder dan een kadernota. Belangrijk wordt de eigenlijke nota zometeen. Maar prima slag gemaakt. Wij denken dat die nota zometeen wel een heel stuk beter uit gaat zien dan wij, waar we bang voor waren in het verleden. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Ik heb alle fracties gehad. Ik wil eigenlijk meneer Agricola vragen om een reactie. En ik heb nog even samenvattend twee toezeggingen van u gehoord. En ik herhaal ze even om de lokale wet en regelgeving tegen het licht te houden. Om onnodige tegenstellingen eruit te halen om die duurzaamheidsdoelstellingen te halen. En de duurzaamheidskrant pas nadat de uitvoeringsnota is vastgesteld uit te geven. Dat waren de toezeggingen die ik gehoord heb. En dat klopt. Dat is mijn vraag aan u. Ja, prima. En dan wil ik u graag een reactie vragen op alle inbreng van de fracties. Er zijn nog een aantal vragen gesteld. Dan wel open vragen misschien. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben blij te horen dat in algemeenheid dus de raad zegt van nou, hier ligt op zich een stuk waar we mee vooruit kunnen. Op zich, dank u wel. Er zijn een paar vragen gesteld van dat ze met name gemist hebben de financiering van duurzame dorpen. Nou, ik kan u zeggen van dat komt in de uitwerking. Dus niet bij spreken in dit stuk, maar het komt in de uitwerking. Verder zijn er heel veel zaken meegegeven die we zeer zeker in de verdere uitwerking zullen betrekken. Dus wat dat betreft, dank voor de op- en aanmerking. En daarmee concludeer ik dat we het als spreekstuk naar de raadsagenda gaat, want er hebben een aantal fracties zich niet uitgesproken. Meneer Royakkers, ik heb een vraag over de toezegging van de wethouder over het scannen van lokale wet en regelgeving. Kan die daar ook een tijdstermijn aan verbinden? Kunt u er een tijdstermijn aan verbinden, is de vraag, meneer Agricola.
Wij proberen dat in de komende periode, tot het uitvoeringsdeel hier komt, mee te nemen. Dat gaan we proberen. Het is maar net van hoeveel tijd het gaat vragen, maar dat zullen we in ieder geval proberen. Mocht het later worden, dan zullen we u zeer zeker als raad over informeren. Fijn, dank u wel voor deze toezegging. Dank u wel. Het gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering. Meneer Nijkamp? Nog even. Ik zag hem. Nou ja, of ik nou de wethouder goed interpreteer. Neemt elementen mee die we hebben ingebracht. Als dat inderdaad zo is zoals hij dat letterlijk zegt, dan is dat ook een toezegging. En dan zien we het inderdaad in de beleidsnota wel terug op de punten die we hebben meegegeven. En dan kan het onze goedkeuring wel wegdragen. Dank u wel, meneer Nijkamp, voor deze aanvulling. En ik wil nog graag even een opmerking of een vraag stellen aan gemeentebelangen. Als ik de bijdrage goed heb geïnterpreteerd, geeft u zelf als fractie in ieder geval wel enige ruimte om serieus na te denken over verruiming rondom die windenergie. Is dat een goede conclusie dat in ieder geval de opstelling van de fractie van gemeentebelangen is op dit moment? Schuurman, gemeentebelangen, om uw reactie. Zeker. Wij hebben dit binnen de fractie besproken, heel breed. En wij zien gewoon dat de tijd ontzettend verandert. We hebben deze informatie in het verleden natuurlijk wel gepolst bij onze achterban. Maar wij zijn erg benieuwd of de inzichten ondertussen veranderd zijn. En wij willen daar graag onderzoek in doen. Dus zien wij ruimte, zeggen we van we gaan veranderen. Dat is afhankelijk van wat er uit een bijeenkomst met de leden zal komen. Dus een heel concreet antwoord heb ik daar nog niet op. Maar open voor de mening van onze achterban. Dank u wel, voorzitter, voor de beantwoording. Mag ik hier nog even op ingaan? Want ik snap wel dat gemeentebelangen zijn achterban wil raadplegen. Maar is het niet veel verstandiger om als gemeente een actie in gang te zetten om via Burgernet of op een andere manier het representatief deel van de hele Dalfse bevolking te raadplegen? Dat lijkt me persoonlijk interessanter. Nou, om dan de leden van gemeentebelangen hun vraag te laten beantwoorden, lijkt me niet een Burgernet raadpleging. Maar de representatief deel van de Dalfse bevolking wel. De raad kan suggesties doen, heb ik begrepen van de griffier. Dus waarvan akte? Waarvan akte? De complimenten, meneer Agricola, voor de nieuwe nota die we hebben ontvangen. En mevrouw Van Oene, hartelijk dank daarvoor. En dank voor uw aanwezigheid en inbreng en beantwoording. Daarmee heb ik agenda punt 4 van de agenda gehad. Geachte aanwezigen, ik wil de vergadering heropenen. We wachten nog even op de wethouder, denk ik. We gaan hervatten en dank u wel als u uw plaats inneemt. Plan van aanpak asbest is het volgende agendapunt wat we gaan bespreken. Meneer Agricola is ook hier de behandelend wethouder. Meneer Borkent is aangeschoven als ambtelijke voor de ambtelijke ondersteuning. Van harte welkom. Ik wil de vragen inventariseren in de eerste ronde. De aanpak van asbest is voor particuliere bedrijven en overheid een uitdaging, enorm eigenlijk, en dat is in de komende jaren. Vanwege volksgezondheid is er een verbod gekomen op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht vanaf 2024. In de gemeente Dalfsen zijn een flink aantal asbestdaken en de raad heeft daarom gevraagd om een plan van aanpak voor Dalfsen en het college heeft dat toegezegd. En nu ligt het voor ons ter besluitvorming. Behandeling in twee ronden. We gaan eerst de vragen inventariseren en daarna vraag ik uw opinie. Wie heeft de vragen naar aanleiding van het voorstel zoals dat voorligt? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Wij hebben één vraag. En dat is
in beeld in welke mate of verzekeringmaatschappijen en banken willen participeren. De belangen daar zijn erg groot in verband met enerzijds gevolgschade bij brand en anderzijds in verband met de waardedalingen van woningen. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Zijn er nog meer vragen? Meneer Veldhuis, VVD. Ja, voorzitter. Ik heb ook één vraag. Ik zie een stuk staan dat woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders veelal zelf zorgen voor plannen. En het gaat me even om het woord veelal. Hieruit leid ik af, en dat is mijn eigen interpretatie, dat u niet weet wat de plannen zijn van deze woningcorporaties en vastgoedbeheerders. Bent u op de hoogte van de plannen van de woningcorporaties? Heeft u hierover met ze contact? Komt dat ook terug? Waarom staat dat niet in het plan van aanpak? Waarom wordt daar geen melding van gemaakt? En zo niet, gaat er dan alsnog gebeuren? Heldere vragen, meneer Veldhuis, dank u wel. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik heb ook even een korte vraag. In het stuk staat op een aantal plekken dat de gemeente nog niet helemaal zicht heeft op de gemeentelijke problematiek. En dan bedoel ik met name de gebouwen in eigendom en maatschappelijk vastgoed, waar het zich mogelijk ook bevindt. Mag ik ervan uitgaan dat de gemeente natuurlijk dat inzicht gaat creëren, maar ook er naar zal streven om uiterlijk 2024 uit in ieder geval die panden dat asbest verwijderd te hebben? Want dat lees ik nergens in het stuk. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij weten allemaal wat de risico's zijn die op ons afkomen, met asbest op ons afkomen. En dan roep je ons wat meer vragen op, of in ieder geval drie sowieso. Denk je als organisatie dat alle eigenaren van daken, zowel particulier als bedrijfsmatig, kunnen overtuigen van de noodzaak om nu actie te ondernemen en te kunnen informeren en zo nodig te kunnen faciliteren om voor 2024 asbestvrij te zijn? En de tweede vraag, hoe denkt u betreffend het asbest een revolverend fonds te kunnen instellen waarbij er zekerheid is voor terugbetaling? Dat zien we niet zo zitten. Kunt u de eigenaar tijdelijk duidelijk maken wat de consequenties zijn als ze niet voldoen aan de eisen voor 2024? Dat waren de eerste vragen. Dank u. Dank u wel, meneer Jutten. Voorzitter, maar even uw eerste vraag, meneer Jutten. Denkt u als organisatie alle eigenaren van de daken, zowel particulier als bedrijfsmatig, te kunnen overtuigen van de noodzaak om nu, of in ieder geval zo snel mogelijk, actie te ondernemen en hen te kunnen informeren en zo nodig te kunnen faciliteren, dat is een mooie zin, om voor 2024 asbestvrij te zijn? Hele lange zin. Maar de vraag is helder, neem ik aan, meneer Agricola. Mag ik u om de beantwoording vragen? Oh, meneer Rojaks, neem me niet kwalijk. Ja, ik heb alleen maar eenvoudige vragen. Zonder inleiding graag. Vervanging van asbestdaken is een wettelijke plicht voor de eigenaar van een pand. Waarom wil de gemeente dan financiële ondersteuning bieden? Vraag 1. Vraag 2. Er staat in dat €35 aan stortkosten voor particulieren een belemmering zou zijn. En dat zijn dan eigenaren van een onroerend goed. Zijn daar serieuze aanwijzingen voor dat dit een belemmering zou zijn? Dan heb ik een citaat uit het plan van aanpak. Ondernemers vinden over het algemeen dat de overheid met sloopregelingen moet komen. De overheid vindt over het algemeen dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen bezit. Citaat. Wat is het idee van het college daarover? En moeten we het daarover hebben, over dat verschil van inzicht? En daar wil ik het even bij laten. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Geen verdere vragen aan de orde. Kijk even naar de overkant van de tafel. Heeft u mee kunnen schrijven? Ik wil dan een ooggetuigenverslag geven voor de kijkers thuis. Meneer de wethouder is druk aan het schrijven. Goed, voorzitter. Een aantal vragen. Ik moest even meeschrijven. Is in beeld of verzekeringsmaatschappijen en banken mee willen participeren in
het verwijderen van asbest. Dat is op dit moment bij mij niet bekend. VVD, een vraag over de corporaties. U zegt, hebben ze zelf plannen? Is er contact over? Zij hebben hun eigen beleid in zaken, dus renovatie van woningen. Zij weten ook dat ze moeten voldoen in 2024 dat er geen asbest meer op hun woningbezit mag zitten na 2024. Zij zullen daarin hun eigen beleid gaan voeren om dat te kunnen verwijderen. We zien vaak in de praktijk en met contacten met hun dat het met name de schuurtjes zijn. Maar daarnaast zijn er ook nog genoeg woningen waar dus een asbest dakbeschot zit. Maar dat zit niet in een verbinding met de open lucht. Maar in ieder geval, zij zullen in deze hun verantwoordelijkheid ook nemen en moeten nemen. Dan de Partij van Arbeid. Voorzitter, mag ik even nog één vraag verder stellen? Want mijn vraag was eigenlijk, van, staat hierover met ze in contact? Zijn er contacten tussen de gemeente en de woningcorporaties hierover om samen daarin op te trekken? Wij zijn veelvuldig met hen in contact. Maar er zijn geen afspraken gemaakt dat wij samen met de woningcorporaties op zullen trekken in het verwijderen van asbest. Partij van Arbeid, gemeentelijke gebouwen, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Moeten we onze verantwoordelijkheid ook nemen voor 2024. Datzelfde geldt ook voor de gebouwen die een maatschappelijke functie hebben en waar de gemeente eigenaar van is. Waar de gemeente niet van eigenaar van is, daar gaan we als gemeente zeer zeker ook mee in gesprek. Gemeentebelangen, revolverend fonds. Wij zijn voornemens om een revolverend fonds op te richten. Ook vooruitlopend op de kadernota duurzaamheid die we dus net hebben besproken. We zitten te denken aan een revolverend fonds, zowel voor duurzaamheid als voor asbest. Zekerheid van terugbetaling. Op een gegeven moment zal het roerend goed wat betreft een keer verkocht worden. En met name dan zal, net als met name de statuslening, zal dus het geld wat ze geleend hebben van de gemeente zal terugbetaald moeten worden. Mensen die het voor 2024 het asbest niet hebben gesaneerd wat in open verbinding staat met lucht, daarbij spreken zit een handhavingsmodule op en met name die is opgelegd door onze Rijksoverheid. Zijn alle eigenaren bereid om het voor 2024 in actie te onderkomen. We zien mensen die voldoende middelen hebben om dat te gaan doen, die zullen dat zeer zeker doen. Maar wat net in het vorige item ook sprake kwam, de prijsvorming in de grijze sector, waar het grootste probleem is, is momenteel slecht. De bereidheid is er vaak wel, maar de middelen ontbreken. Dus wat dat betreft, als dat zo doorgaat, dan zitten we zeer zeker straks wel in een spagaat in 2024. En daarom bij spreken wordt ook voorgesteld om een duurzaamheidsstreepje asbestcoach in het leven te gaan roepen. Om met name door persoonlijke benadering, met name om mensen toch te bewegen, om met name actie tot te gaan ondernemen. Meneer Jutten. Ik vroeg of de organisatie in staat is om iedereen te informeren. Ik begrijp dat er een aantal al bereid zijn om het te gaan doen. Maar is iedereen ervan overtuigd dat het moet gebeuren, dat die eis eraan zit te komen? En volgens mij is dat nog niet al onbekend. Dat hoort wel zo te zijn, maar de vraag is iedereen al geïnformeerd daarover? Over het algemeen wordt er op vele fronten wordt daar druk over gecommuniceerd. Bijvoorbeeld in de agrarische sector binnen LTO, VNO-NCW wordt er over gesproken. Daarnaast hebben ook heel veel pandeigenaren te maken met verzekeringsmaatschappijen die momenteel panden met asbestdaken niet meer willen verzekeren vanwege dus de vervolgschade. Dus van meerdere kanten vindt richting dus de ondernemers verschillende prikkels plaats om in beweging te komen. En daarnaast willen wij natuurlijk, wat ook in het stuk staat, door te nemen maatregelen, dus ook met mensen in gesprek te gaan over de urgentie. En volgens onze insteek is het belangrijkste om met mensen daadwerkelijk in de keukentafel met die mensen in gesprek te gaan en dan te kijken naar de mogelijkheden met sloop, inclusief ook met name wat het CDA ook noemde, met een stukje verduurzamen van het nieuwe dak en wat er straks op gaat komen. Daarnaast met name zijn we ook bezig
met name wat u hebt kunnen lezen in het stuk, met name mensen ook in staat te stellen om te gaan slopen door verschillende arrangementen in het leven te roepen. Maar daar wordt u als raad over geïnformeerd middels het VAB-beleid. Nou, dat hebt u gezien, de sloop voor sloop, sloopfoutjes enzovoort enzovoort. Dus wij proberen natuurlijk die drempel, met name voor de mensen die asbestdaken hebben, wel bij spreken zo te maken dat het voor hun ook lonend is en dat ze ook middelen kunnen creëren om het daken daadwerkelijk te gaan slopen. Maar nogmaals, wij trachten iedereen te bereiken, maar in het geval van, er zullen altijd met een aantal mensen zijn van die het misschien niet willen horen, maar wij hebben hierin een taak. En met name, we zien ook de verzekeringsmaatschappijen, VNO-NCW, bij spreken, en banken met name zelf ook al in die zin contact hebben met boeren hierover. Vooral wanneer dus boeren contact opnemen van, kunnen we geld krijgen om dat werk te gaan slopen. Waar wil de gemeente ondersteuning bieden? Aan eigenaren van D66. Wat dat betreft, wij willen mensen dus persoonlijk benaderen en met name ook wijzen op hun verantwoordelijkheid, want zij zijn eigenaar van het gebouw, maar ook net wat ik tegen de heer Jutters zeg, van middels die asbestduurzaamheidscoach om mensen daarbij te staan. Maar de mensen zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor hun gebouw. Tot zover de beantwoording, voorzitter. Dus geen financiële ondersteuning, begrijp ik dat dan goed? Er is een financiële ondersteuning van €4,25 vanaf het Rijk. Daar kunnen mensen gebruik maken tot einde 2019. Nou, en wij willen dan bij sprake een zaak uitwerken voor mensen die het echt niet kunnen betalen, dat die onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op het asbest duurzaamheidsfonds, wat wij als gemeente in leven willen roepen. En waar wij in april met u komen voor de uitwerking. En waar wij u vragen om daar middelen voor beschikbaar te stellen. Zijn de vragen beantwoord? Voldoende en naar wens misschien niet, maar u heeft een antwoord. Wie kan ik om de opinie vragen? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Het voorliggende plan van aanpak is een lijvig stuk. Veel nuttige informatie. Het maakt de problematiek helder. En het gaat natuurlijk ook wel om een omvangrijke opdracht. Maar voor CDA had het ook op een paar A4'tjes mogen worden samengevat. Dan de problematiek op zich. Wij moeten ons realiseren dat het een probleem is van onze inwoners. Er is zojuist ook al een opmerking over geplaatst. Niet direct voor de gemeentelijke organisatie. Natuurlijk is het wel goed om te ondersteunen waar mogelijk. Zo'n duurzaamheidscoach bijvoorbeeld kan hier prima diensten bewijzen. In de aanpak van een problematiek is ook een eenvoudige actie als gratis storten een optie. Daarnaast zijn diverse combiprojecten denkbaar en kansrijk. Samenwerking met partners biedt wellicht mooie en brede kansen. Binnen de bebouwde kom biedt een wijkgerichte aanpak onder leiding van bijvoorbeeld de duurzame dorpen of de plaatselijke belangen mogelijkheden voor combinatie met isolatieprojecten of plaatsing van zonnepanelen. Natuurlijk weer in samenwerking met bouwbedrijven en installatiebedrijven. Hoe mooi zou het zijn als ieder zijn asbest op een bepaalde dag aan de weg kan zetten, waar het gratis wordt opgehaald, terwijl lokale bedrijven de schuurtjes van nieuwe dakbedekking en de woning van isolatie voorzien, wellicht in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen. Mogelijk dat verzekeraars en banken dat zouden willen ondersteunen. En we vragen de wethouder om dat met name ook eens te onderzoeken. En gaan voilà niet te weten of daar mogelijkheden zijn. Bij deze even de vraag aangevuld of u het zou willen onderzoeken. Bij financieringsproblemen kan de SVN duurzaamheidslening mogelijk uitkomst bieden. Als isolatie en afplaatsing van zonnepanelen wordt meegenomen. En dat is natuurlijk ook buiten de bebouwde kom toepasbaar. Op agrarisch vlak gaat het om grotere daken die verplicht moeten worden verwijderd door die dure maatmannetjes. De financiering kan daar, zoals opgemerkt, echt een probleem vormen, ook bij de gestopte bedrijven. In verband met de sterke relatie met de ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van het buitengebied hebben wij een sterke voorkeur voor integraliteit met het VAB-beleid. Ons voorlopig oordeel is, eens met het plan van aanpak,
We verzoeken ons, de wethouder wel om ons regelmatig op de hoogte te houden van nieuwe projecten, de vorderingen en de omvang van het restprobleem. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik zal het kort houden. Ik ben erg blij met het antwoord van de wethouder dat we als gemeente in ieder geval zelf gaan opruimen. Dat vind ik wel, ook wel het minste eigenlijk wat we kunnen doen, maar je weet het soms niet. Voor zover ik het kan overzien, richt het zich toch vooral op de agrarische bedrijven. Hoe daar zit, qua vierkante meters, toch wel de bulk, als je het zo zou willen uitdrukken. En nou krijgen we volgens mij in april nog een nota die gaat over de FAPS, noem ik het maar even. Bedrijven die in het buitengebied die we moeten of willen opruimen. En daar zal heel nadrukkelijk dit onderwerp ook weer aan de orde komen. Van hoe doe je dat nou met de sloop van dit soort bedrijfspanden in het buitengebied. Dus hoewel het belangrijk is om het nu vast te stellen, snap het heel goed, heeft het toch ook een hele sterke link naar dat stuk wat in april nog op de agenda komt. Daar heet het geloof ik evaluatie en beleid, sloop en hergebruik. Nou, daar zit het grootste probleem, dus wij vragen heel nadrukkelijk, prima stuk, maar vragen heel nadrukkelijk om even goed die link te leggen naar dat onderwerp, want daar nogmaals hangt het erg mee samen. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. De wethouder was dit keer zo snel met de beantwoording dat het helemaal was ontschoten dat hij twee vragen voor mij niet had beantwoord. Namelijk over wat hij vindt van de tegenstelling van ondernemers en overheden over wat de taken zijn in het kader van sloop. En of we het daar nog een keer met elkaar over moeten hebben. Dus misschien dat hij daar straks nog op terug kan komen. Maar ik ga over tot mijn opinie. De gemeente is proactief geweest bij de opstelling van dit van het plan van aanpak, positief. Aan de andere kant is al eerlijk gezegd, is het wel een taak en een probleem van de eigenaren van panden als gevolg van een rijksregeling. En in het provinciale plan van aanpak, waar ook naar wordt verwezen door deze nota, staat onder meer dat de staatssecretaris van INM, Infrastructuur en Milieu, een actievere aanpak aankondigt en dat er een programmabureau wordt opgericht dat een landelijk werkplan gaat opstellen. In de eerste helft van 2017 is de bedoeling. En de provincie zet ook in op die rijkstaak voor bewustwording, stimulering en basissubsidie. Daarom moet Dalfsen misschien niet al te ver voor de muziek uitlopen voordat we weten wat nou het plan van het Rijk is. En persoonlijk vind ik substantiële subsidies voor dergelijke zaken niet altijd goed uit te leggen. Na 30 of 40 jaar moet er ook een nieuw rieten dak op een woning. En ook pannen worden na verloop van tijd vervangen. Asbest heeft ook niet het eeuwige leven. En wordt ook in 30 jaar afgeschreven. Vooral bij bedrijfsmatig onroerend goed. En particuliere huiseigenaren die geen 35 euro stortkosten kunnen betalen, hoeveel zijn er dat? Gratis storten is ook een subsidie. Moet gewoon gebeuren. We staan wel sympathiek tegenover een subsidie verbonden aan sloop van vrijkomende agrarische bebouwing, VAB. Gecombineerd met asbestverwijdering als daar geen andere mogelijkheid voor is. En ik neem aan dat dit terugkomt in de aparte nota over deze vrijkomende agrarische bebouwing. En ik eindig dan ook met een positieve noot. Goed dat dit plan er is. De belangrijkste doelgroep zijn zoals gezegd de agrariërs en daarbinnen een specifieke doelgroep met weinig bedrijfsperspectief. En ik zie uit naar concrete voorstellen daarover in de VAB-nota. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben het plan aandachtig bestudeerd. We zien een plan, verschillende doelgroepen en per doelgroep een aanpak. Dat is wat ons betreft essentieel. Het is een belangrijk onderwerp. Ten eerste, asbest levert natuurlijk een gevaar op voor de gezondheid, dat weten we allemaal. En ten tweede, het verwijderen ervan kan direct financiële consequenties hebben voor sommige eigenaren van panden met asbestdaken. Dit plan en het asbest duurzaamheidsfonds, wat u heeft toegezegd, gaan daar zeker bij helpen. We vinden het goed dat de gemeente veel van de asbestdaken in kaart heeft gebracht. Wat ons nog wel zorgen baart, is dat er nog steeds een deel is wat niet in kaart is gebracht. Het gaat hier om een substantieel deel. Als ik het zo ook lees in het plan, het gaat om 104.000 vierkante meter. Dat is ongeveer 15% van het totaal. U geeft aan in het plan dat u hier in 2017 mee aan de slag gaat.
En dan wordt het plan wat vaag. Ik heb nog niet kunnen ontdekken in het plan op welke manier u dit wilt gaan doen. We vragen u ook dan ook bij deze om aan te geven wanneer we dit kunnen verwachten. We zien er staan de term in de loop van 2017 zullen we proberen. Dat is ons veel te vrijblijvend. Dit is immers het plan van aanpak, dus we verwachten hier ook zeker een verdere uitwerking van. We zien verder dat scholen en verenigingen ook onderbelicht blijven in het plan. Veel inwoners van Dalfsen komen vaak in deze gebouwen en een inventarisatie zegt u gelukkig toe. Maar ook hier blijft u vaag over de termijn. Hiervoor zullen we de nodige acties in gang gaan zetten. En ook hier vragen we aanvullend duidelijkheid te verschaffen als onderdeel van dit plan. Voor de rest kunnen wij ons vinden in het plan van aanpak en wensen we u alle succes toe. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Wel, voorzitter. Voor ons liggen plan van aanpak dat in onze ogen erin voorziet om de problematiek omtrent de verplichte arbeidsverwijdering in beeld te brengen. Hierin staat, in dit plan staat wel dat er een eerste stap is in het traject richting 2024. En als dit plan wordt vastgesteld, dat tot actie kan worden overgegaan. Nou, voorzitter, dat is ook noodzaak. We leven nu in 2017 en dat houdt in dat we over 7 jaar er klaar mee moeten zijn. De tijd vliegt voorbij. Gelukkig zijn er al veel eigenaren die al stappen hebben gezet of al gereed zijn, met of zonder subsidie. Maar ook die subsidie houdt een keer op. Zoals de wethouder al zei, eind 2019... houdt dat nog voorlopig op, zoals het nu eruit ziet, houdt dat op. De inventarisatie in de kernen moet nog afgerond worden, maar ook daar wacht nog een hele opgave. Want alleen al in mijn eigen buurt zijn heel veel schuurtjes en tuinhuisjes nog steeds voorzien van asbestdaken. Daar ligt nog een grote taak om te informeren en te faciliteren. En zoals het CDA ook al zei, eventueel gratis te laten storten. Of dat nu een vorm van subsidie is, is een tweede. Maar als het probleem daarmee opgelost wordt, werk ik er graag aan mee. Voorzitter. Vorige week lazen we in de krant dat de komende jaren veel agrariërs zullen stoppen om financiële redenen. Hun inkomsten zijn dan niet altijd best en als de verwijderingsverplichting als een laatste molensteen om hun nek komt te hangen, vragen wij ons af hoe de 600.000 vierkante meter in het buitengebied tijdig verwijderd kan worden of moet worden. Er ligt een grote taak voor ons om dat zoveel mogelijk in goede banen te leiden en te faciliteren, in welke vorm dan ook. Over het VAP-beleid is door de collega's al voldoende gezegd en dat komt nog weer terug op de agenda. Duidelijke communicatie naar de burgers en bedrijven toe is evident. Zeker wat betreft de mogelijkheden voor subsidie die nu nog bestaan. Maar ook wat de consequenties zijn als er niet wordt voldaan aan die 2024-eis. We moeten nu echt aan het werk en daarom gaan we akkoord met dit plan van aanpak. En zien er naar uit dat een ieder zich bewust wordt van de urgentie om het asbest de wereld uit te helpen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de hele asbestsanering is een groot en veelomvattend probleem en zal veel vragen de komende jaren. We vinden het heel positief dat de gemeente dit nu oppakt. Het is goed om het samen te doen met provincie en Rijk. En we zijn ook te spreken over die combi van asbestsanering en verduurzaming door zonnepanelen, door isolatie. Het is goed om dat verder uit te werken. Het is goed dat alle partijen erbij betrokken worden, dat er veel aandacht is voor goed informatie, tijdige communicatie. We kunnen dan ook instemmen met dit plan. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Ik vat samen. Meneer Lochtenberg wil graag nog iets zeggen. Ik heb nog twee opmerkingen eigenlijk, naar aanleiding van de discussie. De eerste is, het is goed denk ik om ons te realiseren dat we hier nog aan inzoomen op onder andere de VAP-mogelijkheden, de combinatiemogelijkheden. Maar dat het overgrote deel van de asbestdaken nog ligt op actief gebruikte bedrijfsgebouwen. En de kosten lopen daar gewoon erg hoog op. Het is die maanmannetjes, het is de storten en weer het vervangen door een nieuwe dakbedekking. Dat zijn echt enorme bedragen in een tijd dat heel veel bedrijven daar domweg geen reserves voor hebben. Het andere punt, D66 met name maakt de opmerking over die 35 euro, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, dat is misschien wel zo, maar misschien is het nog wel een groter probleem dat de mensen denken dat het veel duurder is. Dus daar ligt nog een schone opdracht om dat denk ik duidelijk te maken. En er was nog een vraag door u gesteld aan de wethouder. Mag ik u nog een reactie vragen, mevrouw, meneer Agricola? Fijne dag. Voorzitter, het was een vraag van de D66. En die had een vraag in zaken sloopregeling of eigen verantwoordelijkheid. Begrijp ik dat goed, meneer?
Ja, wat dat betreft, in principe, het gebouw, daar is eigendom van de eigenaar en die heeft daar zelf een verantwoordelijkheid. En die kan eventueel, wanneer de raad of wanneer ze voldoen aan de voorwaarden, gebruik maken van eventueel die duurzaamheidsfonds. Maar in principe, hij is eigenaar en hij is verantwoordelijk. En wat u net ook zei, van als het ziek een dak versleten is, moet de eigenaar ook het riet vervangen. En als pannen lek zijn of poreus zijn, dan moet hij het ook vervangen. Maar daar waar nodig, we een helpende hand kunnen geven met dit fonds, kan de eigenaar gebruik van maken. En meneer Lochtenberg had nog een vraag. Het ging over of u een inspanning wil doen om uit te zoeken of verzekeringsorganisaties en banken geneigd zijn om, of bereid zijn om meer te denken, dan wel bij te dragen aan projecten om, zeker op, maakt niet uit op welke schaal, maar aan projecten die te maken hebben met asbestvervanging. Wij zullen inspanning doen om met name in contact te komen met verzekeringsmaatschappijen en banken en dit bij hun aan de orde stellen. En we zullen u informeren over het resultaat ervan. Niet alleen u, maar de hele raad. Dan noteren we dat als toezegging, meneer Agricola. Dank u wel. Ik concludeer dat de raadscommissie... Meneer Veldhuis wil nog zeggen, dus ik concludeer nog niks. Nee, ik had nog twee vragen gesteld over of de wethouder kan aangeven wanneer het andere deel, dus de... Die 104.000 vierkante meter, u geeft het zelf aan een plan van aanpak dat u gaat in de loop van 2017 gaat kijken om een inventarisatie daarop uit te voeren. Wanneer wilt u dat gaan doen? Wanneer komt u daarop terug? En hetzelfde geldt voor de scholen en verenigingen. De 104.000 vierkante meter zullen we actief oppakken. En wat dat betreft mijn collega van onderwijs heeft regelmatig contact met de scholen en ik zal dit samen met mijn collega aanhangig maken bij de scholen. Mag ik nu samenvatten? Het plan van aanpak asbest, we hebben in beeld de problematiek richting 2024. Het is nog niet opgelost en de aanpak wordt ook nog verder uitgewerkt. Per doelgroep is al wel een stukje van de aanpak gekozen. Er wordt positief gesproken over de combinatie met het duurzaamheidsfonds. En belangrijk wordt de communicatie en informatie gevonden. Dat neemt u vast mee, meneer de wethouder. En ik concludeer dat we het als akkoordstuk op de agenda zetten van de raadsvergadering februari. Dank u wel. En dan heb ik agenda punt 5 daarmee. En wil ik overgaan naar agenda punt 6, het archeologiebeleid van onze gemeente. Er wordt voorgesteld om een notitie archeologiebeleid vast te stellen en de wijzigingen mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. Kort samengevat, het college stelt dat het huidige beleid nog steeds voldoet en dat er slechts aanpassingen nodig zijn in de kaart, de beleidskaart. Ook hier stel ik voor in twee ronden vragen en in de tweede ronde hoor ik graag uw opinie en probeer ik samen te vatten. Wie heeft vragen naar aanleiding van het voorstel? Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben één vraag die eigenlijk twee kanten heeft. De wijzigingen die nu worden vastgesteld worden niet verwerkt in bestemmingsplannen, maar die worden later meegenomen. En onder kanttekening 1 wordt gezegd dat tot die tijd aanvragen per geval zullen worden beoordeeld. Op basis wel van de nieuwe regels in deze notitie. Ik heb twee vragen over. En de eerste, is dit voldoende duidelijk voor aanvragers? Krijgen ze hiermee wel voldoende informatie zodat ze weten waar ze aan toe zijn? Is dat goed te vinden? En de tweede vraag, hoe wordt ervoor gezorgd dat er geen rechtsongelijkheid ontstaat? Bijvoorbeeld door een verschil in interpretatie omdat de plannen nog niet aangepast zijn. Dat waren mijn twee vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, voorzitter, dank u. We hebben eigenlijk een vraag over, over het begrip bodemingrepen van 30 centimeter.
Even voor mijn begrip, met bodemingrepen bedoelt u ingrepen gericht op bouwactiviteiten? Ik ga er namelijk niet vanuit dat dit geldt als je bijvoorbeeld een grasmat om wil spitten in je tuin, dat je dan meteen een complete archeologisch team erop af moet sturen. Ik ben even, kijk, ik kan zijn te ver doordraven nu hoor, maar ik heb zelf, toen ik het las, had ik zoiets van, hoe ver gaan we hiermee? Meneer Uitslag, CDA, de vraag is duidelijk, meneer Veldhuis, volgens mij hoor. Ja, meneer Uitslag, CDA. Ja, ik wil hem anders stellen aan meneer Veldhuis, als het makkelijk is. Nee, inderdaad, zo diep gras heb ik niet, maar... De keuze die we vanuit de fractie hebben, aansluitend aan de eerder gestelde vragen, zijn wel of als we nog keuzes hebben. Wat zijn de keuzes die we hier kunnen maken? Het huidige beleid volstaat, ja, dat kan, maar hebben we ook keuzes te maken. En het verlengde daarvan, of misschien wel de reden waarom ik die vraag stel, is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen voor inwoners zijn van deze verfijning van de kaarten die beschikbaar zijn worden gesteld. Bijvoorbeeld door extra kosten. Die inwoners gaan maken. Hè? Omdat ze in één keer erachter komen dat ze in een bepaald gebied komen waar ze van tevoren niet zaten. Dus is daar een duidelijkheid over te geven? Dank u wel, meneer Uitslag. Geen vragen aan de linkerzijde. Dan wil ik meneer Agricola vragen om de beantwoording op zich te nemen. Dank u, voorzitter. Ik moet niet gaan op de ChristenUnie. Totaliteit dat het in het bestemmingsplan is opgenomen, zullen wij de aanvragers duidelijkheid moeten verschaffen, dus goed informeren. En natuurlijk, wij moeten zorgen dat er geen rechtsongelijkheid komt. En dat is met name van zorgen voor duidelijke communicatie en duidelijke informatie. Maar iedereen zal op dezelfde manier behandeld moeten worden en daar zullen we ook voor waken. Ja, VVD, bodem ingrepen 30 centimeter. Ik wou u weer de vraag stellen, meneer Veldhuis, wat dacht u zelf? Want als je een moestuin hebt en die spit je ook 30 centimeter om, als je goed omspit. Maar op zich, de vraag erop, het is technisch van aard, ik zal vragen of ze u hierover schriftelijk gaan informeren. Dan heb je juist het antwoord. Dan, in die zin CDA, zijn er nog keuzes te maken? Kortweg gezegd. Nee, die zijn niet te maken. Om te voldoen aan een nieuwe erfgoedwet en straks ook de omgevingswet, is de huidige beleidskaart te onnauwkeurig om aantoonbare verwachtingen te onderbouwen. Dus er zijn geen keuzes te maken. En wat zijn de gevolgen voor onze inwoners? Nou, die zijn overwegend gunstiger. Doordat de ondergrens voor de kernen wordt verruimd naar 250 vierkante meter, van 250 vierkante meter naar 2500 vierkante meter en van 500 vierkante meter naar 5000 vierkante meter. Dus er is minder vaak onderzoek gewenst of moeten plaatsvinden. Nou, die zijn van, en de kosten, nou, die zijn van, die zullen met name lager worden omdat er minder hoeft te gebeuren. Vanwege dus de verschuiving van de ondergrenzen. Dus wat dat betreft geen keuzes, maar voor de burgers is het gunstiger. Dat naar aanleiding van de vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. En u geeft meneer Veldhuis via het raadsinformatiesysteem antwoord op de diepte waarop gespit kan worden. En dan kom ik uit een gezin waarin agrarische bewerkingen diep ploegen. Hoe diep is dat dan? Valt dat dan ook onder? Bijvoorbeeld. Zijn er nog vragen onbeantwoord of onvoldoende? Nee, we gaan naar uw opinie. Mag ik meneer Veldhuis het woord geven? Beginnen we ergens. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil heel kort over zijn. We zijn verder akkoord met het stuk wat voor ligt. Ja, dat blijft mij. Los van de diepte, begrijp ik. Dank u wel. Meneer Rooijakkers. Sommige gebieden kan die ploegen erg gevaarlijk zijn, met name wanneer er uit de oorlog nog projectielen liggen. D66 gaat voorstemmen.
Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, wij vinden het erg jammer dat er niet één archeologisch rijksmonument is van de categorie 1. Dat vonden wij wel een gemis. Maar goed, daar kunnen we de gemeente niet aan rekenen. Voor het overige akkoord. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Uitslag, CDA. En dank u, voorzitter. Ik heb gehoord dat we eigenlijk geen keuze hebben, dus ons niks rest dan vast te stellen. Bijna jammer van de tijd. Maar toch nu weer de kans krijgen. Geef een raadslid het woord. Het is nu een beetje gepresenteerd als een verplichting. We moeten eraan voldoen, dus helaas, we doen het maar. Terwijl ik het met de recente opgraving in het achterhoofd nog best ook zou kunnen vertalen als een kans. Ja, als een kans voor de kaarten die nu toch veel inzicht geeft waarom al fondsen gedaan zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen best geïnteresseerd zijn waarom bepaalde plekken niet zo diep gegraven worden. Dus er zit ook wellicht een educatief karakter aan. En zou het daarmee ook richting educatie, richting scholen, nog wat meer gedaan kunnen worden. Dus laten we dan van die verplichting omzetten in een uitdaging. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Deze notitie riep bij ons geen vragen op. We zijn blij dat het gunstiger wordt voor onze burgers. We hebben geen probleem met het voorstel en we kunnen wat ons betreft de notitie vaststellen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Mevrouw Lasje. Het is wat ons betreft een duidelijk verhaal en we zullen instemmen. Dank u wel. Dan concludeer ik dat we unaniem de notitie zoals voorgesteld zullen aannemen. En daarom stel ik voor als akkoordstuk op de agenda van de raadsvergadering. En daarmee is agenda punt 7 geweest. Dan ga ik over naar agenda punt 7. Dank u wel voor uw inbreng. Dank u wel voor de zit op de tribune. Soms duurt het lang. Soms is het taai. Maar we hebben een goede vergadering gehad wat mij betreft. En ik hoop u binnenkort weer te zien. Dank u wel. En hiermee is de vergadering gesloten.